Daar zit hij. Hoi. Hoi. Ik, ik heb uh, volgens mij wel eens uh, een, inter een eindejaars interview geopend met van nou, oh, wat zit je er weer lekker fris bij. Dat kan je niet zeggen, hè? Deze keer kan dat niet. Lekker. Wat, uh... Jij zegt al, ja, zit zit positief. Uh, positief, positief, ja, positief. Dat wel. Dat wel. Maar uh, wat wil nou? Uh, ik ben al twee, drie dagen ziek. Je hebt het waarschijnlijk een keer gezien met brieven maandag. Die avond kwam de piek. Het was ook echt piek, piek. Een soort van. Uh, dit was het. Het was leuk jullie gekend te hebben. Nee, 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 dat niet hoor. Maar gewoon echt een gloeihoofd en een heel koud lichaam. En uh, dinsdag, uh, dus de dag daarna, uh, werd het al een stuk minder. Uh, vandaag is het weer een dag verder. Nu woensdag. Ik weet niet of dat ten tijde van het item ook woensdag is, maar het maakt verder niet uit. Uh, weer een stukje beter. Alleen het hoesten is er nog. Oh, nou, dat is wat dus, minder. Uh, sorry als er hier en daar even gehoest wordt tijdens dit interview. Je bent niet de enige. Uh, Kevin uh, was zeker ook ziek. Uh, ik denk dat heeft skate jou aangestoken in de bus uh, van het weekend? Nou, het dat dat zou kunnen, maar ik vermoed dat er al een, een, een klein zaadje was geplant. En ja, als je dan net een Premium Vision opname hebt waar je 17 uur lang uh, van min 3 naar een auto van 22 graden, naar een huiskamer van 22 graden, naar weer min 3 en dat een keer of 7 op een dag doet. Met een zieke skate. Met een zieke skate en een, ook een zieke Yui en al een, ik was herstellende van een oorontsteking, dus dat was ook niet helemaal lekker. Uh, dus ja, dat was, uh, waren heel veel leuke factoren die samen tot dit uh, desastreuze, deze desastreuze drie dagen hebben geleid. Maar... Ja, we hebben het, uh, het interview even uitgesteld. Ja. Was dit zo'n klassieke? Oh, was dit zo'n klassieke? Um, aan het eind van het jaar, al je werkzaamheden zitten erop. En dan is de adrenaline weg nee, nee. en of, dan zak je in elkaar? Nee. nee. Nee, want juist, juist nu komen. Al, Tenminste, juist deze weken van het jaar vind ik het leukst. Omdat dan de kerstcontent wordt opgenomen. Dus dan vind ik het veel leuker om ook hier nog een beetje bij betrokken te zijn. Ik heb niet echt van die, uh, van die drukke periode dips. Buiten als je een E3-week hebt gehad. En echt, echt extreem hebt moeten vlammen. Weet je, dat, dat is gewoon. Of tenminste, dat was dit jaar niet. Maar uh, dat was uh, gewoon inderdaad 15-plus uur werken. 4 uurtjes pitten. En dan dat en dan adrenaline, wat je staande houdt, kom je thuis, word je ziek, uh, dat weet je. Ja. Dat maar, dat is dit niet hoor. Dat okay. is, uh... heb je dat gemist, ja? En nee, en nee, natuurlijk om de duidelijke reden dat je inderdaad dat daar geen last van hebt. En het zal me ook niks verbazen, als het letterlijk de jaren van je leven kost. Zo een zo'n tripje, Iedereen uh, houdt er altijd een ziekte of iets dergelijks aan over. Boris, suikerziekte Rogier, die ook diabetes, weet je dat soort dingen. Dat is ja. allemaal, gebeurt dat allemaal op dat soort trips. Ja, ik, uh, ja ik, heb wel, ik heb wel wat. Ik denk dat ik aan Taiwan wel wat heb overgehouden. Alcoholisme. Nee. <laughs> nee, nee, maar uh, ja, het is, dat soort dingen zijn een impact. En natuurlijk, dat mis ik niet. Maar het hele idee van ergens heen gaan. En oké, okay, er wordt heel veel gebuffeld uh, aan de content. Maar wat je daar mee maakt, of mee maakt, hè. Want hè, dit jaar hebben we dat niet mogen tenminste niet gedaan uh, wat je daar meemaakt en, en hoe het je beunt met z'n allen en het wel echt samen doet en een soort van het samengevoel nog veel sterker maakt. Ja, dat is natuurlijk onvergetelijk. Dus ik kan niet wachten omdat hè, een beetje vooruit, vooruit loopt op de zaak om dat volgend jaar weer te doen. We zijn wel naar uh, Keulen geweest dit jaar. Dat zeker was je ook mee, toch? Ja, zeker. Maar Sorry. daar wordt niet ter plekke geëdit, dus daar heb je s'avonds tenminste nog tijd om van een drankje te genieten. Ja. Nou ja, en dat, dat, ook dat kan je natuurlijk bewerkstelligen op, op een E3 of in een Tokyo. Ja, ah, zeker. Ben jij een perfectionist? Uh, ja, maar ik ben ook nog steeds een perfectionist met één biertje in de hand. Ja, dus dat, in dat opzicht. Weet je, dat, die, jij hebt me eigenlijk een beetje geleerd. Toen eh, Taiwan was dan de eerste keer um, dat er echt voor mij officieel buiten de deur geëdit moest worden. Uh, en ja, daar ging, of het nou vijf uur s ochtends. Vijf uur smiddags, elf uh, uur s ochtends, elf uur s avonds, drie uur s'nachts, wat dan ook. Iedereen had altijd een biertje in de hand. Het, het valt niet goed te praten, dames en heren, ik weet het. Jawel, anders dat is wat het extra... Maar wat het waren uh, creative juices. Uh. Nee, maar überhaupt bearable. Je, moet, je hebt twee werkdagen achter elkaar. En ook al ja. zit je op een hele vette plek in de nee, wereld. Je, je moet toch ergens die adrenaline ja. mee afremmen. Ja. Dat. Maar je zei dat uh, je uh, deze periode vet ben Je ben een, een kerstman. Oh ja. Ja? Ja, man. Ik heb zelfs tegenwoordig... omdat hè, ik, mer ik merk dat, dat Sinterklaas begint in zijn algemeenheid wat minder een ding te worden. Misschien ik omdat al je volwassen het... bent geworden. Ja, dat ook. <laughs> en natuurlijk alle hijszaarden eromheen en zo. En dan besef je ook al van ja, weet je. Ik geef er niet zoveel fucks meer om. Nee, dat het mag voor ik mij... hopen. Huh? Dat mag ik hopen. Nou ja, een cadeautje is toch leuk? Ja, oké. Okay, maar maar nee. ik krijg tegenwoordig liever een cadeautje van Sinterklaas. De is, van Sinterklaas? Ja, is voor de kinderen. Ik mag van Sinterklaas zijn als dus ik een decemberkalendertje krijg. En daar vijf eurotjes op pakken. Je krijgt überhaupt iets voor Sinterklaas. Een, een letter. Een letter. <laughs> of zo. Ja, je weet het. Okay, maar uh, ja, we, en, en, ik merkte dit jaar dat, dat echt een soort van omkeer dat de man was nog niet weg. De kerstboom stond al op 4 december namelijk. Bij jou? Ja. <laughs> maar was dat ook naar jou toe doen? Uh... Ja, ja, geheel uh, voor diensten van mij en mijn vriendin. Ja, oké, okay, samen. Jullie hadden ja. Ja. samen van fucking. Ja, en, en, en ook echt uh, vanaf het moment dat de kerstboom altijd. staat. Weet je, je kijkt dan fucking Spotify en Christmas Classics staat open. Nee hoor. Ja. Draai je die shit? Ja, gewoon de Bing Cosby's en weet ik veel. Niet de nieuwe shit hoor, maar gewoon de oude oude shit. Bizar. wat is er dan wat je zo vet aan vindt aan deze warme decembermaand? Ja, dat is een beetje het enige jammer. Het feit dat het niet sneeuwt en echt ijskoud. We hebben dan een weekje geleden even goed koud gehad. Dus in dat opzicht is het kerst-kerstgevoel er nog niet echt. Of niet echt geweest. Maar ja, ik weet niet man, koud, gezellig, met je vuurtje aan. Ik sta lekker koude te, kou te lijp buiten. Een beetje een fikkie steken. Glühwijntje. Glüh. De glu Boompie, cadeautjes. Veel chocola vreten. Vaste prik. Maar moment, wie, 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 wie geef jij allemaal cadeautjes? Ik vier het met mijn ouders en met mijn schoonouders. En dan hebben we een systeem dat je twee loodjes trekt. En voor, de, voor je eerste loodje uh, betaal je of haal je een cadeautje van 30 euro tweede loodje aan een cadeautje voor 20 euro. En al die mensen, al die andere mensen, dat zijn er dan nog vier of nog drie. Um, haal je iets van 5 euro, gewoon echt een kleinigheidje. Dus ja, uh, heel erg kapitalistisch allemaal. Maar wel. Nou ja, ook ergens communistisch, omdat het soort van de, 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 de verdeling is op een gegeven moment aan het eind gelijk. Ja, precies. Dus iedereen mijn... krijgt iets van 30, iedereen ja. krijgt iets van 20. Ja, dus het, het is prima. En, en uiteindelijk weet je, als je het heel erg destilleert naar de kern, je bent zelf zoveel geld aan het uitgeven, maar je krijgt ook precies dat eigenlijk ook weer terug. Nou ben ik wel iemand die dan altijd over budget gaat, dus ik geef altijd per anderhalf keer zoveel uit dan dat eigenlijk de bedoeling is. Playstation 5's en zo? Nee, 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 dat zeker niet. Maar dat ik dan voor mijn vriendin een iets duurder cadeautje koop, stiekem, dat soort dingen. Ook zo, ja. En, en eten en wat dan ook? Uh, ja, gewoon een, een kip met een blikje bier in zijn reet en dat soort dingen. Gewoon de, de goede, rustieke dingen. En dan laatste. Uh, voor, uh, je, hebt, je hebt inmiddels gezien. Dat, oh nee, dat hebben we niet gezien. Tijdens de Premium Vision. Dat, uh, dat men, oftewel ik, Joey, Skate en Jasper. ook gewoon een lekker rip-eitje mee naar huis krijgen. Van een van de kijkers. Dat en van een andere kijker. Beach meegekregen. Van weer een andere kijker. Ook beach meegekregen. Mensen zijn ook gevers. Kijkers. Onze kijkers zijn gevers. Is dat uh, dit jaar meer dan anders? Eh. Uh, ja, kijk, we hebben natuurlijk altijd al de befaamde GK90 die de een en de andere pakket stuurt. Uh, inmiddels, hè, ten tijde van opname weer, nogmaals. Um, inmiddels weten we ook wat er in het pakket zit, wat hij al twee weken geleden heeft opgestuurd, maar wat nog niemand heeft opengemaakt omdat mijn naam op het pakket staat. Wat gelukt erin dan? Inmiddels weten we het, maar. Oh, nu nog. In, in onze realiteit, in, onze realiteit, in, onze realiteit, realiteit weten in de kijkersrealiteit we. weten we dat. Want je maar gaat het het zou, iets met hot sauces en dingen. Dat je gaat het leuk. openen in de stream. Ja. En die stream app, die houdt zoiets van: die wil ik graag doen, volgens mij. Nou, omdat ik het weer, ik, ik wilde gewoon weer wat verschillende dingetjes doen. Ja. En ik wilde uh, als een mooie testcase gebruiken dat wij een stoel- of bank-setup als dit kunnen combineren met uh, de gewone tafel-slash-podcast-setting die we normaal hebben. Ja. Dus dat is wat we nog in, het, in onze realiteit moet nog moeten gaan doen. Ja. En dan ook met een beetje dat als hoop dat dat uh, de boel kickstart voor volgend jaar, dat we vaker dat soort dingetjes kunnen combineren. Dat we misschien wat uh, meer kunnen inzetten weer op uh, wat vrijdagmiddagen En dat een einde van de week wordt opgevolgd door een uh, leuk, gezellig streampie. Als het natuurlijk wat leuks uitgekomen is of we wat zin hebben om iets te spelen. Maar, ja, dat soort uh, geinigheid. Dat, dat, uh, heb je, heb je, heb je ideeën voor volgend jaar? Um, nou ja, in die zin dat. En ja, ik zou stiekem toch wel willen bouwen aan tablet verder. Dat buiten alleen die en die om. Waar we ongetwijfeld straks nog wel heel eventjes, heel lang op terug gaan komen. Ja. Um, maar gewoon ook gewoon bordspellen in zijn algemeen. Weet je, het is lastig om, om iets even een sessietje te doen. Maar als je dat een stream doet en je hebt vier, vijf uur de tijd. Dan is dat vast wel, vast wel te halen. Maar je moet gewoon niet te veel van die campaign tabletop games gaan spelen. Want dan door gaan dingen door elkaar lopen. Ja. Ja. Want er zijn veel, kan ik je vertellen. Precies, dus jij, jij hebt als, als persoonlijke missie misschien om volgend jaar uh, uh, tabletopers. ja, uh, uh, yeah, om daar meer mee te doen. Ja, kijk, ik, ik, meer durf ik niet te zeggen van, oké, okay, we gaan het één keer in de twee weken doen. Ofzo. Want je bent altijd afhankelijk van of iedereen kan of niet. Nou is het natuurlijk wel zo dat of iedereen kan of niet is vooral belangrijk bij de die campaign die we hebben. Uh, ja, weet je, als er voor een ander bordspel drie man nodig is en er is toevallig drie man hier die mee wil doen... Is dat ook net zo makkelijk? Ben je daar net zo psyched voor dan, voor, voor, andere, voor het exploreren van andere boardgames dan voor D&D? Uh, het exploreren wel, maar het is niet dat iets anders het over zal nemen. En daarom wat ik zeg, ik wil ook niet van die campaign games dat je dat je dat dingen door elkaar gaan lopen. Nee, precies. Maar maar, maar dus een een een, 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 een 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 enkel speelsessietje van een bepaalde game X boardgame, dat dat zie je ook uh, graag ja. gebeuren. Ja, lijkt me leuk om in ieder geval af en toe een keertje te doen. Ja, die, die en die gaan we inderdaad zo uh, terugkomen. Zeker. Staat hij trouwens, is dat uh, dus ook echt op de zaken vooruitlopen Maar dan weet ik of ik het uh, voor de top 10 of tijdens de top 10 moet gaan uh, doen. Doe maar tijdens. Ja, staat ja. hij? Hij staat in de top 10. Nou, ik heb, het ding is dit jaar, en daar komen we ook straks op terug, ik heb niet de top 10. Want ik heb niet het gevoel gehad dat ik 10 top 10 waardige games heb gespeeld. Ja, had Sterker ik ook. Sterker nog, ik heb, want ik heb er twee top 5's van gemaakt. Een top 5 met games die ik niet gespeeld heb en een top 5 met games die ik wel gespeeld heb. En zelfs dan staan er games tussen die in een beter jaar of een persoonlijk beter jaar uh, misschien niet eens in die lijst hadden gestaan. Of in nee. ieder geval niet op de plek waar ze nu staan. Precies, nou ja, dan gaan we het inderdaad straks over die en over het gamejaar hebben. Eerst even in de algemeenheid, hoe, ja. hoe was jouw 2022? Um, ja, eigenlijk, het, het ging allemaal wel zijn gangetje. Ik heb geen aardschokkende dingen beleefd. Uh, behalve het feit dat ik nu mijn huis gekocht heb in plaats van huur. Nice. Dus in die zin is er wel iets aardschokkends gebeurd. Maar, ja, maar er is je weinig bent, veranderd, want ik woon nog steeds in hetzelfde huis. Je bent level 2 in de in RPG called Life. Ja. In at Home. Ja, ja maar het, of is misschien wel level 10 of 12, weet ik wel. Uh, verder is er niks veranderd, want hè, dat, ik woonde er al, alles is hetzelfde. Dus. Er wordt, ja, maar ja. Nog er wordt nog niet verbaald. Ik heb er nog geen geld voor. No worry. Ja, maar het is nu secured voor live. Voor live, ja. ja het is gewoon ik die, st ik heb stenen. Ik heb mijn geld in stenen ja, gestoken. Precies. Ja. Level up. Zeker. Ja, en dat is eigenlijk het enige. Ik zat te denken van ja, qua werk. Ik heb nu min of meer nog steeds dezelfde klusjes. Uh, het streamen gaat vrolijk verder. Ik merk dat de nieuwigheid voor mensen die het niet kennen een beetje af is. En uh, de noodzaak gezien corona natuurlijk minder een ding is tegenwoordig. Uh, is dat ook minder. Dus nu zie je dat streaming, uh, en dan even vanuit het oogpunt van bedrijven die, weet ik veel, een product willen promoten of uh, met hun directe klanten in contact willen staan, uh, dat dat een, ja, dat is meer gestroomlijnd geworden. Dus ze weten nu wat ze moeten doen en je ziet dat uh, bedrijven als, uh, ik mag niet alle namen noemen volgens mij, maar zeggen een Philips en uh, en een bol.com. Bol.com doet zijn eigen dingetje tegenwoordig ook. Die hebben gewoon vaste maandelijkse streams. Ik zeg maar wat. En die hebben gewoon hun eigen studiootje ingericht om dat te doen. Ja. Uh, Philips is dan weer een vaste klant van iemand waar ik voor werk. Uh, uh, je hebt vat en val en weet ik veel wat. En die doen allemaal streamings. Uh, streamdingetjes als zijnde uh, een kwartaal talkshow. In plaats van dat het echt was van, oké, okay, fuck, we kunnen niks. We hadden deze grote meeting gepland en het moet digitaal. Nee, nu is het zo van, oké, okay, dat soort dingen doen ze weer fysiek. Ja. En ze hebben gewoon elk kwartaal, elke half jaar hebben ze gewoon een, een stream... waarin ze gewoon een leuk aangeklede talkshow... niet, niet eens meer een soort van een fancy Zoom-meeting. Nee, gewoon ze willen wel echt dat het er leuk uitziet. Dus gewoon zo'n zo talkshow-tafel, leuk aangekleed, lampen, weet ik, voor planten, aankleding, alles. En uh, ja, er zijn meer terugkerende klanten dan uh, de one-offs die uit pure paniek niks anders konden doen dan uh, een streampje opzetten. Dat is veranderd sinds corona bedoel je? Ja, dat, is, nou, dat, is, dat heb ik vooral dit jaar gemerkt. Van, je hebt niet meer de, de, de storm aan mensen die in paniek uh, aankloppen bij een bedrijf waarin ik dan weer vervolgens door wordt ingehuurd. Maar meer uh, mensen die weten van oké, okay, zo, zo gaat het in zijn werk. Uh, wij moeten assets aanleveren, moeten dit doen, moeten dat doen. En jullie regelen de rest. En dan komt het goed. Dus het is meer content nu weer geworden wat streaming is. Dan meetings en inderdaad dat, dat soort dingen. Ja. ja. Dat is, is, er, is er een van de twee leuker? Is content niet leuker? Uh, ja. Vooral ook omdat je merkt dat zeg maar, die hele scene. Uh, oftewel het, het, het corporate livestream, zal ik hem even noemen. Is dus volwassener geworden. Daarmee wordt het ook beter. Soms had je wel eens dat. heb je nog steeds wel, hoor. Dat een klant uh, dingen verwacht van. oké, okay, ja, dat zo uitziet. Dat, dat we dit doen. Eh, want die zijn ook niets anders gewend dan tv. of werk voor films, of wat dan ook. Um, dan hebben we hele onrealistische dingen. van. oh ja, dan kun je dan via dit zo overschakelen. Ik zei, nou, dat is niet, niet heel logisch, mevrouw. Ja, maar ik zag dat hier en daar. Weet je, moet je even de raak opgooien, Weet je. Ja, weet je, in die zin heb ik er dan ook weer niet genoeg mee te maken om echt, echt een harde fuck te geven. Maar het is alsnog, mensen weten nu wat ze kunnen verwachten van jou, jij weet wat, ze, wat je kan verwachten van hun. En dat, ja, dat, is, dat is fijn, want het is gewoon makkelijker werken met die mensen nu. En die mensen als zijnde de klant die normaal gesproken nergens verstand van heeft. Ja, die, 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 die kennen het nu ook beter, bedoel je? Ja. Maar die je bent volgens mij op een gegeven moment een beetje. natuurlijk, naar nou, je, je, je studie, je theoretische studie. ben je hier wat dingen gaan doen. Mm -hmm. En op een gegeven moment hebben we het ook wel eens over gehad. Zo, je zei het net ook een soort van zonder heel veel harde fucks te geven. Je vindt het nog steeds heel fijn om gewoon ergens aan te komen. je, 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 je knopjes neer te leggen. Oh ja. En gewoon even te kutten en dan weer naar huis. Ja, maar dat is. Kijk, uiteindelijk wil ik wel toebouwen naar iets en vorig jaar heb ik dat ook gezegd maar ik, ik merk al van ja dit, dit was nog steeds een jaar dat ik me gewoon steeds meer aan het omringen ben met andere mensen in een groepje uh, professionals die ook dingen verstand hebben dat je je kan altijd ergens anders voor aankloppen bij iemand anders netwerk bouwen ja netwerkje bouwen um, en op een gegeven moment wil je natuurlijk het liefst zelf iets opzetten waarmee je direct met de klant contact heb in plaats van dat je ook maar wordt ingehuurd om wat knopjes in te drukken. Maar ik vind het nu gewoon heel fijn om ergens binnen te komen. Leeg streamdekkie, 32 knopjes, even wat leuke knopjes instellen. En dat zo iemand zegt van, ja, en hoe gaan we dan dit doen? Ik zeg, ik kijk, haha, deze knop. Pff, pat, 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 pat. Ja, dan gebeurt dat allemaal. Ja. En dan staat zo... Oh. Ja, ik zeg, ja, weet je, dat, en dat vind, vind ik dan ook... Dat, daar, dat, daar krijg ik dan weer een, uh, een digitaal harde van. Ja. Dan geef je wel even harde fucks. Ja, dan geef ik wel harde fucks. Maar dat is meer, dat is meer zo van... Uh, kijk, mensen die weten soms nog steeds... Hè, wat ik zei, ze, ze weten wat meer wat ze kunnen verwachten. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen die totaal onwetend zijn... Bij het zien van een camera, denk ze al van: Oh my god, dat dit mogelijk is. Ja, een camera, hallo. Um, maar dat je dan even, even een switch naar een pipje of een ditje of een datje. Een pip is dan een picture in picture, voor wie dat niet weet. Dus een groot plaatje met een klein plaatje. Zoals je wel ziet bij GameKings: Gameplay, camera. Sinds 2002, gepatenteerd. Daarom? Nu doet de uh, hele wereld het. En, en dat, dat, dat het een beweegt in het ander of wat dan ook. Of dat je het binnen het ene switcht en binnen het andere switcht. Uh, en ja, als je daar gewoon knopjes voor hebt, voor mij is het alleen maar makkelijker. En je bouwt in je, in je, in je hoofd voor jezelf bouw je alleen maar meer een repertoire op van. Oh ja, dit kan ik er ook mee met dit programma. En met het andere programma kan ik dit ook mee. Als ik ze samengooi, kan ik dit programma gebruiken voor dat. En dat programma gebruikt voor dat. En ja, op een gegeven moment. Weet je gewoon steeds meer wat je aan het doen bent met routine? Ook natuurlijk. Ja, zeker. Maar en, en, en daar moet je ook het leuke Expertise, in. Expertise. Ja. ja, zeker. Ja, maar je moet het wel leuk houden door gewoon jezelf een beetje uit te dagen. om ja, eigenlijk je, je werk nog makkelijker te maken. Weet je, als ik dit knopje indruk. en een tweede knopje maak om iets weg te schakelen. Ja, het is veel leuker om iets te hebben wat iets in gang zet. en wat automatisch weer uitschakelt op het moment dat je iets anders doet. Het klinkt misschien een beetje cryptisch. maar om een soort van domino effect te creëren met ja. één knop... in plaats van zes knoppen voor één handeling te hebben. Ja, nee, precies. Zijn er uh, bepaalde... Weet je, heb je wensen voor bepaalde klussen die je nog zou, graag zou doen? Want je bent nu veel, veel... Uh, uh, volgens mij zijn het best wel grote producties... maar het is bijvoorbeeld niet, weet je, bij United... of, of bij een voetbalwedstrijd in de keten, in, 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 de, in, de, in de uitzendwagen, dat soort dingen. Mm, nee, kijk, ik moet, ik moet ook wel zeggen... De, Traditionele broadcastwereld, daar schuilt nog veel meer dat, dat soort van die hiërarchie in. Dus weet je, tegen de regisseur hou je je bek, want daar heb je niks tegen te zeggen. Als jij cameraman bent, hou je bezig met camera en dan luister je naar degene die boven je staat. Je hebt heel erg soort van die ladder. En ik ben eigenlijk meteen binnengerold in dat soort van de mensen die vanuit streaming zijn opgeklommen. En daar merk je veel meer van. Oké, okay, ik ben de projectleider, maar ik ben net zo blij met jouw input als met de input van degene die werkvolt, nog verder boven mij staat. En ik, ik hou dus veel meer als het soort van iedereen een soort van level playing field. Iedereen even, even belangrijk, iedereen kan wat toevoegen. Dus ja, dat, dat schrik mij überhaupt een beetje af aan die, aan die traditionele wereld. Ik heb wel één één uh, opdrachtgever die vaak de wat meer traditionele klanten heeft. En ja, dan, dat, dan zit ik daar vaak maar één ding te doen. Weet je, laat mij lekker en dingetjes instarten... en camera schakelen en, weet ik veel, de PowerPoint regelen. Dat zijn drie taken die je makkelijk in je eentje kan doen. Um, maar nee, daar is het dan zo. Jij bent Mr. PowerPoint. Ja, en wat moet je dan doen als Mr. PowerPoint op mijn dag? Next inladen en zorgen dat de klikken werkt. Zij doen niks. Oh. Dus dan zit je zo van, oké, okay, ja, ja, ja. ja, hij doet het. Ja. En bij de volgende klik, ja, hij doet het nog steeds. Ja, ja. ja zeker. Hij doet Thanks het nog... for the money. Ja, naar de fucks. Zeker. En het grappigste is dat dat nog het meest oplevert. gek genoeg. Ja. Dus dat is een beetje heel ironisch. Maar ja, een mens houdt De meest de kleine taken bij de meest grote projecten, die leveren meer op dan hele verantwoordelijke grote taken bij een heel klein project. Ja. Ja. En het zijn... Ja, weet je, ik hou dat ook maar zo lang vol. Op een gegeven moment wil je echt zo van, oké, okay, nu kan ik de hier 9 tegen zeggen, omdat ik tegen echt leukere ja, maar dingen dat. Wat, 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 wat zijn de dingen die je zou willen doen? Uh, nou, toch wel meer echt een soort van de meerdere dingen tegelijk. En ik heb, ik heb het vaak genoeg hoor tegenwoordig, maar het is ik, uh, nog steeds in ieder geval 50% van de tijd de wat meer hersenloze dingen nog steeds. Ik zou richting die 100% alleen maar chillen. Ja, precies. Maar leuk. Niet therese. per se. Uh, dat, dat maakt dan. Het onderwerp maakt niet zo heel veel uit. Omdat je juist zo met techniek bezig bent, bedoel je. Ja, en, en juist als het. Hele uiteenlopende onderwerpen zijn. Is het ook wel weer grappig. Want zo leer je altijd maar weer wat van iets nieuws. <laughs> de menstruatiebeurs. Je, uh, nou ja, ik, ben, ik heb. Uh, voor uh, hele feministische dingen uh, gestaan. Uh, maar ik heb ook. Uh, en dat staan inmiddels alweer twee jaar geleden. Hoor, maar voor de grootste tabaksproducent van Europa. Dingen gedraaid. <laughs> wat leuk. <laughs> uh, en uh, voor Vattenval, en voor dit en voor dat. weet je. Dus het zijn hele uiteenlopende dingen. En uh, het leukste, of het grappigste is altijd, vooral bij die grote bedrijven, van ja, de Confidential en nu komen de jaarcijfers. Ja, ja. Pff, ja, ja. Miljarden. What ja, the fuck. Ja. Um, maar de, het is leuk als er verschillende onderwerpen zijn. Niet per se dat je er echt wat van leert, maar het is meer zo van, oh, dit is grappig. Dit uh, gebeurt ook in de wereld. Ja. Ja, dus het, maakt, het onderwerp maakt je niet zo heel veel uit. Nee, want je ziet inderdaad, dit gebeurt ook in de wereld. Je, je ziet weer zo'n soort van klein radertje in, in de hele samenleving. Van, oh ja, die, hier zit natuurlijk ook iets achter. Oh ja, hoe zit dat met die peuken? Hoe, hoe, hoe willen ze eigenlijk dat het verkocht wordt? Ja, aan kinderen. Dat hebben ze letterlijk gezegd in die stream. Ja? <laughs> nou ja, ze willen fapes harder aan de man brengen. Maar dat was twee jaar geleden. Nu ja, mag dat precies, alweer bijna niet meer, dus. meer. Precies. Heb je nieuwe dingen geleerd dit jaar? Uh, dan wel werk, dan wel uh, anders hoor, maar... Nieuwe dingen. Um, nou ja, weer iets waar ik dan straks wel meer op terug zou komen. Meer hobbymatig. Precies. Uh, het was een heel erg hobbyig jaar ook nou. Ja, maar dat is natuurlijk ook een ding. Als, je, als je, je, je werk niet super demanding is, is dat natuurlijk heel fijn. Juist voor de ruimte die je dat creëert voor uh, hobby's. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Ik, het is niet dat ik uh, geleerd geleerd als in uh, kennis opgedaan... Maar wel de nou ja, openbaring wil ik het nog net niet noemen. Maar de, de, de wetenschap dat vrije tijd in heel veel gevallen minstens net zo belangrijk is als geld verdienen. Ja, nou, belangrijk, in ieder geval gewoon het is gewoon leuker. Ja, maar ik bedoel, als ik als je mij zou zeggen van hier heb je 80.000 euro uh, in een jaar en werker zes dagen per week voor. 5, gewoon zoals de meeste mensen, vijf, negen tot 5, ongeveer zo'n 40 tot 45 weken in het jaar volgeboekt. Dan versus hier heb je uh, 50.000 euro en werk vier en soms drie en soms zes. Soms zes, soms 16 dagen achter elkaar. Ik heb een heel druk oktober gehad waar ik gewoon 27 dagen heb gewerkt, uh, achter elkaar. Uh, nee, 16 dagen achter elkaar ja, en die andere drie dagen die er nog over zijn in een weekend ja. Um, ja, dat, dat is dan een grappige maand om te hebben als je kijkt naar je, naar je saldo. Maar ik word er niet gelukkig van. Nee? Nee, en als ik dan vervolgens kijk... Want dat was toevallig meteen de, dag, of de, de maand erna. Het is oktober en november was het uh, opvallend rustig, kan ik je vertellen. Uh, daar waar ik een beetje had ingeschat dat het veel drukker zou zijn. Dus het was een beetje jammer, maar tegelijkertijd had ik een potje om op te teren van de maand ervoor. Ja, uh, zeven dagen werk. En dan is het gewoon... Vijf dagen. Exclusief GameKings is dat. Of? Ja, dat wel. Ik, ik reken eigenlijk altijd exclusief GameKings. Ja. Um, ja, en dan is het gewoon super rustig. Ja, lekker hobby. Fuck it man. Daar word ik minstens net zo gelukkig van als dat ik uh, aan het einde van de maand uh, een paar duizend euro op mijn rekening zie staan. Ja, nee. en he helemaal helemaal in de zomer. Ik heb bijvoorbeeld echt extreem rustige. Uh, was het nou juli of augustus? Nou, een van de twee. Of het was precies tussen half juli, half augustus? Heel de streamingwereld, of de corporate streamingwereld. Houdt natuurlijk ook gewoon de, de schoolvakanties aan. Ja. Want dan zijn de CEO's ook gewoon met hun kinderen op vakantie. Ja. Dus um, super rustig. Ja, en wat is nou beter dan muiden in de zomer? Ja, niks. Muiden in de zomer met een barbecue erbij. Uh, en, en op een boot met vrienden. Ja. Uh, en, of, en dat iemand gewoon door de week vraagt... Ja, ik ben toevallig vrij. Uh, heeft iemand zin om te varen? Hier. Ja, hier ben ik. Want ik ben fucking heel de maand vrij. wat. Heb je nog geen boot? Nee, ik, heb, ik ben niet zo'n jup. Ik heb ook geen bakfiets. Dat is heel wat anders. Gewoon zo'n het, het roestig sloepie. Ja, nee, het is een sloepie okay. nee een sloepie, nee, een roestige Wel twee gehad met motor. in mijn leven. Zeg ik goed? Ja, twee gaten in mijn leven. Maar het is lastig om een, een beetje normale lichtplaats te hebben. Ja. Dus ik zou graag een bootje willen hebben. Inderdaad. Roestig sloepie. Ja. De categorie 700 euro. Adel, een miljoen. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar dan goedkoper, natuurlijk. Um, maar ik, ik heb de massa wel, wel dat ik genoeg vrienden heb die wel uh, een leuk bootje hebben. en ook Of in Muiden of in Amsterdam. Dus of ik moet naar Amsterdam, ik ga daar varen. of ik rol mijn deur uit en ik rol een boot in. En uh, verbrand levend op een boot. We hebben nu met <laughs> name een beetje een soort van vast zomerplekje gevonden. Voor Muiden liggen drie eilanden. En uh, het zijn letterlijk een soort van. ja, het is 10 meter breed en het is 300 meter lang. Ja. Dus ja, je ligt gewoon uit, uit de wind. Het water is daar ongeveer tot je, tot je middel of tot je knieën. Ja, Dus wat doe ik? Er zijn weinig mensen, als in die liggen weer. Het zijn weinig, die liggen, ja, er ligt 50 meter verderop. Ja. Dus wat doe je dan? Je pakt een plastic uitklaptafeltje, zet die in het water. Er komt zo'n zo stukje boven de waterrand aan. En daar staat Daanse Angria Bar. Hoor. <laughs> Helemaal top. Dus ik heb echt het perfecte vakjes zomer gehad. En daar, daardoor kwam ik tot de conclusie dat vrije tijd maar echt fucking goud waard Ja, precies. Nee, ja. Dat de vrije tijd gaan we het zo nog, nog over hebben. Hoe, 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 ben je al gewend aan je freelance life? Aan dus inderdaad het feit dat je de ene maand zeven dagen hebt en de andere 27. Ja, en het wordt ook steeds beter in te schatten wat binnen deze branche nou de, de drukke tijden en de rustige tijden zijn. Drukke tijden zijn vooral uh, maart, april en oktober. En doorgaan doorgaans ook november, maar dit jaar niet. Dus we zullen het zien volgend jaar. Dus een beetje eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal en eind derde kwartaal, begin vierde kwartaal. Is dat, heeft dat dan te maken met kwartaalcijfers? Uh, onder andere. En oktober is gewoon, ja, elke beurs, elk dingetje, Weet je alle winterbeurzen en herfst of uh, uh, lentebeurzen, dat is ook allemaal een beetje oktober maart. Dus uh, yes, ja, ja. Maar ik, uh, ja, ik heb wel het idee dat ik voor volgend jaar misschien Even één of twee klantjes erbij moeten hebben. Dat ik toch wat vaker die gaten op kan vullen dat er echt even niks is. Ja, want je, bent, je, bent, je, je, je knijpt hem niet af en toe, of zo, of, of juist wel. Nee, ik ben al blij in ieder geval als ik gewoon alles kan betalen en dat lukt. Precies. Dus in die zin, ja. En het, is, het, het is leuk om ook spaargeld te hebben hoor. Vooral de komende tijd. Met, uh, ik, ik ga dan, Begin volgend jaar ga ik naar Australië en een weekje naar Bali. Aansluitend. En op een gegeven moment wordt er ook een keer getrouwd. En dan is, heb je nog de elektriciteitsrekening. Ja, hebt... precies. De stroom is weer wat duurder. Natuurlijk de hypotheek is ook niet goedkoop, goedkoop. Maar wel goedkoper dan dat je de rest van je leven huur wegflikkert. Um, dus ja, weet je, je wilt... En ik wil natuurlijk verbouwen. Ik wil die fucking kamer voor mezelf waar ik echt lekker kan knutselen, natuurlijk. Je hebt een zolder al. Ja, natuurlijk. tuurlijk. Nee, geen zolder. Oh. En, en, en ik woon naast mijn ouders. En die hebben het, zeg maar, gebouwd zoals wij het ook uit willen bouwen. En die mensen daarnaast ook. Ja, dus dat betekent, en beneden een stukje erbij, en boven een stukje erbij, en een zolder erop. Nou ja, reken maar uit, dat kost aardig geld. Ja, maar die, die maak je niet zo'n uh, soort van dag in dag uit zorgen, in ieder geval. om uh, de financiën... uh, Nee, nee, ja. absoluut niet. En, en ik merk ook dat het gewoon weinig zin heeft. Weet je, als ik me zorgen maak. Oké, okay, dan moet ik gewoon meer gaan werken. of door ik klanten gaan doen. zoeken. Ja. Als ik me geen zorgen maak, ja, dan is het schijnbaar ook niet nodig. Nice. Zie je nog wat uh, toekomst ontwikkelen, toekomstige ontwikkelingen in streaming? Precies, uh, nou gaat. ja, wat ik zeg, dat het meer, dat het meer een, een gegrond ding naast fysieke evenementen, slash meetings wordt. Schijnbaar vinden bedrijven het nog steeds het fijnst om mensen voor 10.000 euro's van over de hele wereld naar een kantoor te laten vliegen om daar. Uh, drie uur lang. Is uh, dat weer terug? Ja. Helaas wel. Ik zou zeggen: geef het geld gewoon meteen aan mij. Maar het is letterlijk gewoon een ding dat bedrijven mensen laten overvliegen voor, nou wat zal het zijn? Een, samen een bijeenkomst van vier uur. Om vervolgens in het duurste restaurant met z'n zestigen te gaan eten. En ze ook in een vijfsterrenhotel hotel te zetten met z'n allen. Ja. Dat was het mooie aan COVID, is dat dat allemaal via streaming en, en conference calls ja. gebeurde. Dus, maar dat, dat is, dat is, niet, dat is hier voor een gedeelte vast wel blijven hangen, maar... Uh, ja, nog. maar ik heb dus het idee dat, dat, dat streaming meer een ding is voor de bij. Wat ik zeg, één keer per kwartaal, één keer per een half jaar, sommigen dus gewoon elke maand. En gewoon een vaste, vaste rubriekje, een vaste dingetje hebben gevonden om... Ja, ofwel aan de klant ofwel intern uh, dingen te bespreken. Ja. Zou je bij, bij Gamekings nog bepaalde nieuwe dingen willen, willen zien of willen doen qua, qua streaming? Of eventueel zelfs bij Blammo? Uh, nou ja, ik wil het meer gestreamlined zien. Ik wil dat het zo efficiënt mogelijk is. En ik wil dat het internet werkt. <laughs> Precies, maar geen ideeën. Um... Ja, je hebt er op een gegeven moment had je, heel veel ideeën voor je eigen stream natuurlijk. En daar hebben we het natuurlijk vorig jaar ook wel over ja, gehad. Ja, maar dat is, in zekere zin is dat natuurlijk al gewoon... Ja, een premium vision, maar dan deels live, deels niet live. Zou nog steeds een keertje grappig zijn om te doen. De grote Red Dead Tribute. Precies. Uh, helemaal nu, met uh, nu Yui echt uh, part of the team is. Uh, en daar ook heel veel ideeën over heeft, ongetwijfeld. Is dat, is dat heel. Komt dat steeds dichterbij. Ja. Yeah. En zal er vast een keertje aan moeten geloven. Precies. Ook omdat ik het nog steeds heel vet vind om het te doen. Ja, yeah, right. En de uh, Dutch Dream Awards, was dat een leuk project dit uh, jaar? Uh, ja en nee. Eerlijk. Uh, want uh, ja, omdat het gewoon leuk is om het schakelen. En nee, omdat het te veel technische dingen fout gingen. En ik vind dat eigenlijk niet kunnen. En dat mag ook eigenlijk niet kunnen. Ligt dat niet aan jou? Nee, dat was het leuke. Tom en ik zaten daar met z'n tweeën van ja. Maar je was de regisseur, of nou ja, er was, er, was, er was natuurlijk niet. Want ik, zat op, ik was op vakantie. Er was, ja, was er je, geen producent. Huh? Was er geen producent? De, 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 ik weet niet wat er was. <laughs> Oké. Okay. Er was in ieder geval geen internet, dat is al één. <laughs> en er waren wel andere dingen niet. Alright, nou dat is zeker. Dus, nou, Jij ja, was, was, ja, was er niet, dat is ook een probleem. Ja, maar dat is een probleem inderdaad. En maar goede assets. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat, uh, dat Ik heb mensen geïnstrueerd, maar dat is voor een andere uh, uh, keer. Um, die hobby's, hè, die vrije tijd. Dat straks gaan we het uh, wederom natuurlijk over DD hebben. Maar ja. wat, wat, heb, je, heb je nog meer? Heb je nieuwe dingen geadopteerd? Nou, het, het, het ding is een beetje. Uh, kijk, voor, precies een jaar geleden zaten wij uh, bij mij aan tafel. Uh, nou, wat zal het zijn? Een jaar en. Een paar zeven, dagen. Jaren zeven dagen geleden. Uh, zaten we bij mij aan tafel. Uh, ...inclusief uh, mooi cosplay. Om daar... Uh, een, ...een eerste stap te zetten... ...in een wereld die voor de ene wel... ...en voor de andere niet... ...een soort van openbaring was. Um, voor mij was het ieder geval van de openbaring. In die zin dat ik... ...in... ...begin februari... ...volgens mij heb ik de... de, de ...core rule set van D&D gekocht. Um, en van daaruit... Ben ik ook gaan denken van oké, okay, wat zou nou het leukste manier zijn om dit te spelen? Nou, je kan het natuurlijk zo simpel maken als je zelf wil. Maar ja, waarom makkelijk doen als dat moeilijk kan? He, dus uh, een oude tv: plat neerleggen, maps op projecteren. Uh, ja, dan moet je die maps wel maken. Zelf maps maken. Uh, ja, minis. Ja, leuk. Maar ik, ik vind niet net de minis die ik wil hebben. Wat zijn ja, minis. Ik kan ze ook, huh? Wat zijn minis? Miniatuurtjes. Dus uh, of, ofwel, ofwel je eigen poppetjes, ofwel de enemies, ofwel. ...gebouwtjes, want dat is iets waar ik dan nu weer naartoe aan het werken ben. Uh, en van het een komt het ander en het blijft maar vertakken. En op een gegeven moment, het punt wat ik nu bereikt heb... Ja, we gaan, nu gaan we full nerd natuurlijk. Uh, die dat die treintjes ik, zolder. Uh, nou ja, zolder, je zegt het woord wel goed, solderen. Um, dat ik lampjes wil verwerken in bepaalde prints, in bepaalde beelden... Door, ze, door losse ledlampjes te solderen en draadjes, schakelaartjes tussen te hangen. Dat ik gewoon knopjes kan indrukken om shit aan te zetten. Maar waarom dat, dat, dat analoge? niet? je zei net al, je begon met een, met een plat beeldscherm. Ja, maar is er is niks vetters dan op een, op een fysieke beeld een knopje te drukken en dat er pff, shit aangaat. Ja? Ja. Waarom? Kan dat digitaal? Vast wel, ja. Knopjes, weet ik, voor animaties. Nee, maar... Maar dan is het niet in 3D. Nee, het, het feit. Kijk, ik vind nog steeds weet je, die, die maps die ik dan heb gemaakt super vet. En je kan heel duidelijk zien: van oké, okay, hier zit een muurtje, hier zit een doorgang, hier zit een beetje van bomen, wat dan ook. Maar nu begint een beetje dat, de, de itch te komen om dat zelf te maken. Oftewel miniatuurboompjes, die dan wel gewoon te koop zijn bij AliExpress voor 5 euro voor 60 stuks of zo. Zeg maar, uh, maar ja, dan met, met uh, van die soort van geperste piepschuim, uitsnijden. Verven, dat je daar soort van rotspartijen van maakt. Dat je daar dingen in verwerkt. Dat ik zeg maar wat soort kristallen. En dat je onder die kristal. Dat je precies uit dat piepschuim. Wit lampje laat komen. Dat het. Dat het piep, 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 piep. Ja, wat nerd, het? Ik zei het. Maar dan, dan gebruik je dat in één, hè, in één uh, of in één campagne. Of letterlijk in één Dungeons Dragons sessie. Wat mm -hmm. iets is van. Nou ja, weet ik wel één tot en met tien uur. Maar dan is het gebruikt. Je kan het niet hergebruiken. Het gaat ook meer om het maken dan om het gebruiken, denk ik. Ah. Een ander voorbeeld, iets anders dan in ieder geval DD, want zullen we, wel even... we hadden het eigenlijk ook meer over hobby's in het algemeen. Ik heb natuurlijk vorig jaar iets gezegd over waar ik mee bezig zou gaan zijn. Nee, volgens mij was je er toen net mee bezig. Dat je de eerste Oh had ja, gedaan. ik heb toen net stenen en shit gekregen. Oh, ik dacht dat je, maar, dat je al een stukje, wat was het ook, een Paludarium had gebouwd. Ja, maar nou, ja, was... dit jaar. En ik heb er beelden van, want het hele ding is. Wacht even met inschakelen. Uh, het hele ding was. Het, het is nog steeds eigenlijk bedoeld voor een item. Of voor iets. Of we werken in een of andere klusaflevering. Hebben we hebben het steeds over gehad. Oh ja, je hebt het ook opgenomen. ja. Ik heb alles opgenomen. Ik heb volgens mij. Ja, alles met mijn telefoon nam. Ik denk dat ik iets van 250 clipjes heb. Van dat hele proces. Ja. En dat hele proces, dat, dat, dat speelt zich af tussen. Um, nou ja, eigenlijk dus kerst vorig jaar, want toen kreeg ik stenen en wat soort van uh, lange schaartjes en dingetjes om wat mee te plukken. En voor wie doen. kreeg je dat? Ja, voor kerst. Ik had het op mijn lijstje gegooid, van ja, okay, ja, mijn schoonzus volgens mij. Um, dus toen begon dat en toen heb ik ook echt gewoon een soort van vlogjes opgenomen van yo, uh, ik loop hier nu uh, in Muiden over de dijk en uh, ik ga op, op zoek naar een uh, mos. Het is januari en dan volgende volgende vlogje. Jo, het is april. Uh, ik loop hier nu. Uh, dus het is best wel grappig, maar het is een heel proces geweest. En uiteindelijk ben ik het. Volgens mij ergens in mei ben ik het gaan maken. Nou, de, dan heb je dus en de bak. Dus de, dat is zo'n kunststof bak. Nou, je kan een kunststof bak of een glazen bakker je kopen. Maar waarom kopen als je het ook zelf kan maken? Dus ik heb kunststof platen besteld. Kunststof platen bij elkaar gezet, vastgelijmd, helemaal. Ja, de kit. Ja, de juiste kit erbij, epoxy, lijm, weet ik veel wat allemaal. Bleek uh, het ook de juiste te zijn? Het is niet gaan lekken? Nee, het is nog steeds waterdicht. En inmiddels zijn we natuurlijk dus alweer uh, meer dan een half jaar verder. De bol staat nog steeds en het druppelt nog steeds mooi. Het is alleen wat bruiner uitgeslagen dan toen. Dus toen zat, het zag het echt picture perfect uit, natuurlijk. Maar sommige planten zijn echt wel ruim, hard gaan groeien ook. Vet, dus dat is dan wel weer vet. Andere. Not so much. En uh, uh, hoe heet het ook alweer? Kunnen we het al zien? Ja, oké. Okay, laat maar zien anders. Want ja, het, het is eigenlijk nog steeds een beetje een soort van teasertje van uh, wat er dus misschien ooit in een items zal komen. Dit was in het. Uh, dit was toen je het net had gemaakt. Dit ja, was uh, primetime. Dus toen, ja. toen ik het net was. Ja. ja Dat zit er toch. Uh, <tacht> Dubbel K idyllisch uit. Ja, dit is dubbel K. Kalo idyllisch. Kijk, en er zit zo'n grot, grot in het midden. En hier, kijk, er een druppel dit, druppel dat. Ja. Ja, heb je niet op een gegeven moment dan een soort van... Uh, er moet een, ik, van een klein schilpadje in? Of, of? Ja, ik, heb nog ik zat nog, st ik, dus ja, nog steeds te denken van die, van die kanalen, Want die, die zuiveren het water ook heel erg. Ja. Alleen, dat water gaat natuurlijk langs zoveel aarde ook. Want er zitten dus letterlijk gaatjes in een soort van bakjes wat water naar binnen druppelt en dat het onderaan weer gaat, dat het water ook naar buiten kan druppelen. Ja. Het is een soort van zelfonderhoudend systeem, wat ik bedacht. Um, maar het gaat natuurlijk langs zoveel aarde dat het die wa dat water wordt gewoon steeds geler Dus je krijgt eigenlijk een soort van amazone water, als het ware. Ja, nou, maar dat is toch juist wat, wat de garnalootjes kunnen, kunnen. Ja, ik weet alleen niet in hoeverre het water van de beste voedingswaarde, kwaliteit is voor welk beest dan ook op dat moment. Nee. Maar daar, dat, dat is wel te googelen toch? Hoe dat werkt. Alvast, oh, ja. Of we, je moet er iets bij flikkeren. Maar je wilt natuurlijk zo min mogelijk mee bezig zijn. Dat is maar die... je hebt dan dit, dit hele ingenieuze ding gedaan... waar tientallen uren in zitten. Ja. Heb je de, de, is, de, de, is, de, is de hobby toen afgesloten? Ja. Het is wel meteen een soort van... oké, okay, volgende mijn hoofdstuk. I did it. hè huh? I, I did it, klaar. Ja, het grappige was... vorig jaar zei ik dan dus nog van... ja, misschien is dat dan iets als het helemaal lukt... dat om een beetje te blijven doen... Maar het is wel... Het is, het is zo'n tijdvreter dat... Het was heel vet om het bij elkaar te zien komen. Maar het was ook wel zoiets van... Oké, okay, zo is het ook wel weer goed geweest. Ja, oké. Okay, en het misschien super. geldt dat wel voor bijna alles wat ik doe en speel en weet ik van wat. Maar... Nou ja... Uh... Ik denk dat, dat heel veel dingen misschien... dat wanneer je het gevoel hebt van mission accomplished... van ik kan dit, mm -hmm. ja, dan is het ook niet heel interessant meer. Dan moet je inderdaad of een next step en de next step... Ik, we hebben het volgens mij nog over gehad van... Ja, voor andere mensen of wat dan ook. Ja, Weet daarom, je, op, ja. Maar je hebt zoiets van... Het was een op heel, heel vet project om te doen. En van begin tot eind ook met een glimlach gedaan. Maar het is niet in die zin een passie geworden... om het ook echt te blijven doen. Ik nee, ben is, bang dat het met D&D wel het geval is... Ja, en ergens heeft dat natuurlijk, dat miniatuurtjes bouwen en schilderen, dat heeft een beetje hetzelfde als dit. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook nog eens functioneler, omdat het iets doet met een, een andere nerd hobby. Weet je? Ja. Weet je? En, en escapisme en wat dan nou. ja, ook. Ja. Wat, uh, wat was er nog meer? Uh, heb je nog andere dingen geprobeerd dit jaar? Nou ja, ik, ik zit even te denken, hobbymatig, want ik, ik ben gewoon heel veel bezig. Ja, over... vrije tijd. Nou, je zei, je vrije tijd was belangrijk voor me dit jaar. Dus, ja, uh... nou, het was dan echt. Het was eigenlijk alle. Alles DD-gerelateerd. Wat niet eens per se betekende dat ik dat dan aan het spelen was. Want het, ik heb, nou wat zal het zijn, inmiddels zes sessies gehad. In totaal? In, ja, in, in een jaar en zeven dagen tijd. Waren die allereerste sessies. Uh, Oké, okay, die tel ik dan even niet mee. Maar we, ik ben drie keer in de Tabletop Kingdom in Den Haag geweest. Um, ik heb één sessie thuis zelf gedaan. We hebben er hier twee gedaan. En we hebben er hier twee gedaan. Dus Zeven. dat zijn er zes. Oh, zes. Ja, precies. Ja. Grappig. Ja. Ja. En het mooie aan die sessie thuis, weet je... Want daar is eigenlijk al mijn werk voor. Ja. Van alles wat ik doe, alles wat ik verzin... Of het nou een enorme map van mijn dorp is... Waar mijn verhaal op gebaseerd is. Of de map van een fantasy Nederland... Met uh, allemaal uh, fantasy variatienamen op steden en uh, gebieden die je kent. Utrecht en uh, Amstelle en uh, Brabenoor <tiedacht> in plaats van Brabant. <tiedacht> Dat soort shit. Ja. Uh, en daar gewoon Er he hele clueless rare mensen toch in Brabenoor? Ja, ja, alleen maar ha half links. Ja, precies, ja. Half, vies. Ja, half, vies, half, links. half vies. We wonen alleen maar half, vies. half. En, uh, en gewoon die kaart die ik ermee had gemaakt met die tool. Gewoon bij de laten uitprinten op, weet ik veel, 1 meter bij 70 centimeter. Ja. Moet niet te hard zeggen, want de mensen van ik speel, die moeten het nog steeds ontdekken op een gegeven moment. Uh, en dan kan ik ze die kaart voorschotelen. Maar... Hier, Ja. Kzang. Ja. vet. Ja. En, dat, en moet je nagaan, alle moeite die je dus eigenlijk steekt in één soort van openbaringsmomentje. Uh, maar ergens is het gewoon voor mij, is het gewoon waard. Ja. En, en dus eigenlijk met alles, of het nou van enemies gaat die je. Uh, zo groot uitprint en helemaal tot in details lopen schilderen, of uh, uh, NPC's of dan het bouwen van gebouwtjes. Uh, zeer binnenkort, als het goed is, ten tijde van wanneer dit item kijkt, ben ik daar misschien wel uh, mee bezig. En dat zijn dus allemaal voor je eigen campagne. Ja, die, uh, en dus eigenlijk is het, het spelen ermee, of het, het runnen van die sessie of die campagne... is hopelijk het hoogtepunt. Maar alles, waar, alles in die aanloop daarnaar, dus het verzinnen en het maken en het inlezen en uh, weet ik veel, uh, het maken van maps en bedenken van dingen. Uh, en het instellen van muziekjes, want ik ben natuurlijk wel, ik heb, hey, heb zo'n streamwekker, ga ik godverdomme gebruiken ook. Ja. Dus ik zit gewoon met een heel soundboard, zo van oké, okay, een, een hobbit muziekje, pap, hé. Hey. Uh, een van mijn spelers die begint panfluit te spelen, ik heb mijn panfluit muziekje. En dan zit die gast van... Zie je dat nou op te zoeken? Heb je het allemaal bedacht? Is het gescripted of zo? Ik zeg, nee, ik heb gewoon een muziek muziekje voor het geval klaar staan. Godverdomme. Omdat je wist dat iemand een panfluit had. Ja, ja en daar heel graag op speelt. Nou ja, dan, dan, dan is dat gewoon heel grappig. Omdat dat zijn die soort van, dan pluk je even die vrucht. Weet je, zo'n momentje, dan denk ik van, oké, okay, dan is het dus niet voor niets geweest. Nee. Dat is het sowieso niet, want ik vind het leuk om dat in te stellen. Hey, ik heb een hele OBS-soort van layout-ding gemaakt. Van oké, okay, als ik hierop druk, dan komt deze map. En als ik dan die knopjes daaronder heb, oké, okay, hier verschijnt een clue voor iets. Of hier uh, verschijnt iets anders wat je daarvoor uh, locked was en nu unlocked. Uh, ja, dan, op die manier ben ik daar gewoon uh, lekker speels mee bezig. En wat ik zeg, het, het, of het nou wel of niet gebruikt wordt, het doen of het aanloop daarna is al leuk genoeg voor mij. Is, is, we doen het dus ook hier natuurlijk gewoon in de studio. Is het feit dat we dat hier in de studio doen en dat we er content omheen maken, dus dat er camera's omheen staan en dat er al heel veel andere techniek is, mm -hmm. limiteert dat een DD-sessie een beetje? Um, nou ja, in die zin misschien wel, omdat je eigenlijk een hele tabletopper-specifieke setup zou willen hebben misschien. Ik kijk, naar de, ik kijk nu even naar links, we zitten in de studio. Kijk naar de tafel die we hebben. We hebben een vrij lange dunne tafel. Idealiter heb je meer een soort van diamantvormige tafel. Waar je een soort van twee schuine zijdes hebt waar de spelers aan zitten. En één punt van de tafel waar dan uh, de, de DM aan zit. Want op die manier kun je heel makkelijk, is het ook makkelijker te filmen. Het is heel open. Dus je hebt niet zo moeite met het maken van leuke shots. Want dan kun je mensen aan weerszijden van de tafel zitten. En nu zijn we redelijk gelimiteerd aan het zitten van één zijde. Want als je in een rechte tafel mensen tegenover elkaar zet, dan is het heel lastig om allebei de kanten te filmen. Over de schouders van de andere kant heen. Dat is alleen een voorbeeld hoor. Ja, maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk meer dat wanneer jij dus nu als, als DM weet je, ben je bezig met, met, dat, met, dat, met dat dekje. Je bent ja. echt bezig met. De, de, de game. Weet je? Met, ja. met, het, met, de, met de campagne. En hieromheen gebeuren natuurlijk, we zijn ook aan het aan het, aan het, aan het presenteren, aan het, aan het uh, uh, produceren zelfs mm -hmm. tegelijk. Uh, dus op, op, op die manier denk je dat, dat het feit dat we het filmen en uitzenden, onze spelervaring misschien wat limiteert als zijnde dat, dat, dat we normaal meer bals zouden hadden kunnen gaan uh, als, als er niet werd uh, gefilmd. Nee, ik denk dat dat zomaar de manier waarop ik het nu thuis heb ingestoken, dat dat ook prima te verwerken is in de setup die we hier hebben. Dat is, het is maar net hoe Wannes dat wil hebben, natuurlijk, voor ons in dit geval. Uh, en hij heeft gewoon maps. En ja, weet je, je zou in principe hier op een tafel gewoon een tv-plat kunnen neerleggen. Als je het een beetje leuk wil doen, uh, dan maak je er nog een houten frame omheen, zodat het helemaal netjes afgewerkt. Um, en dan zet je er vanuit daar, uh, laat je een splittertje. Uh, richting de gpc gaan, zodat mensen ook in gewoon volledige resolutie die map zien. Ja, okay, maar enige wordt Het enige verhaal is dan, van, dan zie je niet de minis erop staan, dus je wil eigenlijk gewoon een camera erop hebben. Ja, dus dat wordt een hele custom productie dan. Uh... Ja, nou ja, het, is, het zijn denk ik kleine aanpassingen aan de dingen die er al staan. Ja, maar, ja soundboardje kan sowieso geen kwaad om te hebben. Nee, true. Wat hadden we uh, op het moment dat wij dit nu aan het opnemen zijn, wat hadden we normaal gedaan? We hadden nu as we speak, met een Elder Scrolls themed D&D sessie bezig moeten zijn. Ja. Kun jij iets zeggen over jouw karakter? Uh, <laughs> Waar had jij voor gekozen? Ik had gekozen voor uh, Siegfried uh, Biersen. Uh, een, uh, ik, ik weet niet meer wat het was, maar een, een Templar. Een Noord. Een Noord Templar, een, een Noord -templar inderdaad. Ja. Ja. Maar, uh, ik uh, weet de naam niet meer, maar ik had de Khajiit uh, Rogue. Ja. Want ik kon gaan voor een, uh, voor een uh, human sorcerer of wat dan ook. Uh, Breton, ja. Maar ik dacht van oké, okay, we hebben nu een healer. We hebben nu een tank. Ja, weet je, ik doe weer mijn zwarte muts Stabby. op uh, en mijn <laughs> ooglapje om. En dan kan ik weer. Ja, Alleen maar, twee katten horen eigenlijk. Ja, we hebben dat afgezegd omdat uh, 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 je ja, eigenlijk inderdaad ziek was. En we niet wisten of dit do do door uh, zou gaan. Dus ja. vandaar dat we dachten van nou, En dat we het voorzetten. leuk voor wanneer het wel doorgaat. Namelijk begin januari. Voor iedereen die kijkt. Uh, Sterker nog, ik ben heel benieuwd of er nu ineens bericht zijn van. Hey, waarom zijn ze nog niet begonnen? Waarom zijn ze nog niet begonnen? Ja. Ik weet niet of dat goed gecommuniceerd is. Nee, nooit. Maar beginnen uh, januari, wanneer het nu gepland staat, op 4 januari, onder voorbeeld, nogmaals. Um, dan kan Wannes ook. Dus dan hebben we als het goede vierde spelen erbij. Nice, dat is uh, heel vet. Ik weet dat Sharna ook heel graag wilde, dus dan zijn we ja. inderdaad met z'n vieren. Uh, laten we het op drie of uh, vijf doen, want de vierde heb ik in principe band practice. Maar dat is weer wat anders. Dus, uh, het, het, het is moet op een woensdag. Waarom? Van de DM. Ja, ah, vandaar. Um, even, even wat games. Even wat gaming Hoe was je gamejaar? Um, ik heb het er in het um, PC-item over gehad. Ik heb een bijna volledig PC-gamejaar gehad. Ik heb nog steeds geen PlayStation 5. Die verwachting was er bij het vorige uh, interview wel. Dat ik dat wellicht zou hebben, volgens mij. Um, maar ik heb één game moeten reviewen. Re Wat is de reden dan dat, uh, dat je het niet hebt? Nou, ik denk toch ook dat, dat ik ergens niet per se de noodzaak heb gevoeld. En dat heeft niet per se te maken met de kwaliteit van de games die dan op de PlayStation 5 waren uitgekomen. Daar kom ik zo op terug, want dat heeft met alles te maken met de top 5 van games die ik nog zou willen spelen. En die waren nogal PlayStation 5 minded. Um, <clears throat> nou, dan mis je hem dus toch. Ja, maar, maar aan de andere kant ook weer niet. Want hè, we leven in een wereld waar die games op een gegeven moment ook naar PC komen. En het zijn nou ook niet echt de games waar je peer pressure voor voelt. Want het zijn, de meeste zijn singleplayer games. En in ieder geval, nou ja, laat ik dan meteen Grand Turismo zeggen. Weet ik toch wel dat er genoeg mensen hem alsnog op PC ook willen spelen. Dus ja, ik, ik zit wel goed. Ik zit wel goed met mijn PC'tje. En daarom heb ik ook mijn volledige nou ja, top 5. Op PC gespeeld. De enige game die ik op PlayStation heb gespeeld was op mijn PlayStation 4. En dat was Final Fantasy Strange of Paradise, en dat was Scheidgame. Dus in die zin uh, was het eigenlijk gewoon een volledig pc ja. En als ik dan kijk naar de games die zijn uitgekomen. <clears throat> in 2018 waren er God of War en Red Dead 2. En dat waren twee games die er generaties spannend, redelijk bovenuit staken voor mij. Waar het niet dat je ook een jaar hebt gehad dat The Witcher 3 uitkwam, natuurlijk. Um, maar dat waren meteen twee games voor echt voor de top van nou, misschien al decennium. Ja, en nu komt God of War Ragnarok en Elden Ring in één jaar uit. En dat maakt het eigenlijk automatisch zo'n goed Ja, Waar het niet dat God of War Ragnarok natuurlijk ook gewoon maar een, maar een vervolg is. En we het trucje inmiddels wel kennen. En jij zal waarschijnlijk beargumenteren dat het in het geval van Elden Ring ook wel een beetje, een beetje zo is. Dat is niet mijn interview. <laughs> ik was toch even benieuwd wat je <laughs> dat vond. Um, een kankergame? Oh sorry, Jezus, een kut game. <laughs> dat zat ik ervan vind. Nee, inderdaad, dat is niet jouw interview. Laten we het daar maar over. Ja. <laughs> maar ja, eigenlijk met, met die twee heb je al een goed jaar. Nou, is natuurlijk het een en ander uitgesteld. Starfield zou dit jaar eigenlijk uitkomen. Niet het geval. Ik weet niet, ik vergeet er ongetwijfeld nog een paar, maar er, er zullen er nog wel meer uitgesteld zijn. Dus. Ja, maar deed de, de, de dat iets voor, voor de ervaring van, je, van jouw gamejaar? Is het daarom minder geworden? Nou ja, het hele ding is, ik ben dit jaar zoveel tijd verloren of tij, zoveel tijd gestoken in al die DD en hobby shit, dat ik ook niet echt gemerkt heb dat ik. Het is iets grappig van. dat je zo'n hele grote gast hier op de bank zit en de hele tijd het gaat het over hobby shit. Ja, nou ja, hobby shit. Gewoon nerd shit. Nerd Ho Nerd hobby shit. Ja, nerd hobby shit. Ik heb ook mensen echt, inmiddels. Dat is, misschien is het goed om daar nog heel veel over te hebben. Over die hele nerd-hobby shit. Um, want dit jaar was voor mij ook een beetje het jaar van dat ik nog, uh, dat ik nog meer de, de community in ben getrokken. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om met, met mensen met dezelfde interesses en dezelfde hobby's. En, de uh, GameKings community. community bedoel je? Ja, gewoon de hele GameKings community. En Hoe in dat? eerste instantie gewoon de GameKings community als zich. Maar verder uitgediept nog uh, echt die, die hobby-chat. En ik wil niet zeggen, ik heb die hobbychat een beetje aan de hand genomen of zo. Maar ik vond het gewoon heel leuk om daar soms even wat in te posten. Van. Kijk, hier ben ik nu mee bezig. Hier ben ik... En toen kwamen ineens allemaal mensen. Oh, ik ben hier mee bezig, ik ben zijn mee bezig. Ja, wat ben je nu aan het doen? Ja, ik ben 3D-printer. Kijk, ik dit, dit geprint. Oh, vet. Nou, inmiddels heb ik dus al drie mensen zover gekregen... om exact dezelfde printer als mij te kopen. Dus dat is, uh, je bent dat is een leuk. influencer. Uh, ja, dus uh, ik verwacht ergens wel mijn centen, en ik. Ja. Um, en, en dan ontstaat daar weer een groepje uit... Met uh, printneurtjes, uh, zo heb ik het zelf genoemd, uh, waar we dus onze bestandjes kunnen delen met elkaar. Weet je? Dat Als hij iets koopt, dat ik niet ook nog, ik weet niet hoe legaal dat is, maar dat ik niet ook nog die shit hoef te kopen. Want het kan best een dure hobby zijn. Ja, in principe is één zo'n dingetje 3, 4 dollar, maar als je er natuurlijk heel veel hebt, dan is dat zo. Uh, ja, ja natuurlijk... en als je iets koopt van 10 dollar, dan is het natuurlijk veel chiller als je dat met z'n vier kan delen dan dat je niet eentje voor die kosten moet opdraaien. Ja. Maar uh, ja, en, en, en buiten alleen die, die gewoon al die dingen die daar in die hobbychat gebeuren. En ook gewoon in de, in de algemene en in de game chat... en weet ik van wat er allemaal gebeurt. Op Discord bedoel ik dan natuurlijk. Vind ik gewoon heel leuk om uh, af en toe lekker te lullen met mensen. Een beetje te chillen. En ik speel nog steeds graag, of ik speel weer heel graag Valheim. En ik denk er weer aan om toch maar weer gewoon een servertje te huren. zodat we met z'n tien of zo. Ongeacht van wanneer je kan gewoon lekker aan die wereld kunnen bouwen en klooien. Ja, ik vind, het gewoon, ik vind die community gewoon steeds leuker. Omdat ik er steeds meer invested in ben ook. Hobby chat exclusive Valheim server. Nee, niet eens. Nee, kijk, ik heb nog steeds mijn vaste, een paar vaste buddies van, van de community waar ik dan dat mee speel. Wanneer ga je een hele lijpe cosplay outfit maken? Ja, dat is natuurlijk de volgende hobby challenge ja. eigenlijk. Ja, toch? Nou, we, hebben, we hebben natuurlijk goede cosplay community leden. Zoals, Zeker. Uh, zoals uh, Chocolate Fluff. Uiteraard. En inmiddels heb je ook de kerstaflevering gezien, dus dan weet je ook wat ja. uh, Nou ja, ik ga er even vanuit dat iedereen die kijkt gewoon een keiharde premium member is. Hè? Ja, maar dus, uh, misschien is deze wel voor. Uh, is, je, is je interview wel voor de premium? Vision. Nee, nog nee, deze <laughs> komt vandaag op de 27 december uit. Oh, oké. Okay. Als ik het schema mag geloven, ja, dan dat is altijd dan zal maar een vraag. Het. Dan zal het. Maar goed, uh, dat, ik wou toch nog even zeggen dat het dat, dat communitygevoel steeds sterker Ja. En dat vind ik gewoon heel vet. Ja, zo begonnen we ook dit uh, volgens mij dit interview uh, we, we hebben echt duizend lijpen cadeautjes gehad heb je nog nerd ja, cadeautjes gehad ja ik, ik heb ook een cadeautje. ik heb dus uh, de, de, de de dragon soort power ranger uh, lijp uh, robot gekregen ja, ja robot ja. moet ik het niet noemen want het is gewoon een, een soort ja nee dus, uh, en ook echt uh, de die ik de lijpste vond ik vind het heel vet dat je gewoon in 2022 gewoon een classic kan vinden in de winkel die gewoon een soort van heruitgave van die van dat poppetje ja ik noem uit die tijd. Ja, Poppisch. Uit die tijd is. Uh. Ja. En inderdaad, het was die van de van de Green Ranger die met de fluit werd uh, opgeroepen uit het water. En dat zat ook, dat, dat was ook de insteek van het, uh, van het uh, gedichtje wat erbij zat. Maar inderdaad, veel, veel, veel cadeautjes uit de community in. Ik zou zeggen, ja, laat maar lekker komen. Want ik vind het hartstikke leuk om te krijgen. Natuurlijk. Ik had het er met Boris in mijn interview over. Is dat um... ja. Hoe denk je dat het komt? Vroeger waren, was Game Kings, uh, weet je, getatoeëerde mannen mm -hmm. die soort van heel Rowdy al zuipend op een bank zaten te schreeuwen en een game speelden? En nu zitten we hier een soort van anderhalf uur te praten over. Uh, ...hobbies en, en en soort van cosplay. En dat soort. Hoe, hoe... Hey, het kunnen nog steeds... ...hele ruige hobby's zijn. Hoor. Nou ja, dat is, dat, dat, daar hebben we dus ik word niet. nog steeds we raar aangekeken als een paar domme toeristen... ...langs mijn raam lopen en ik zit er, zit er poppetjes <laughs> Maar daarom? Wat happened? En ik zeg ook, dit is nergens iets negatiefs. Maar wat, 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 hoe, is die, hoe, is dat, hoe is dat zo veranderd? Heb je daar uh, een idee over? Ik denk meer omdat... ...mensen... ...meer scheid hebben... ...aan de dingen die... Anderszijds of misschien vroeger, als echt weet je, nerd zijn is gewoon veel cooler tegenwoordig. En ik denk niet eens dat 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 zeg maar dat mensen dan nerd zijn maar omdat het cool is. Boris en Dredi hadden scheid aan alles vroeger natuurlijk ook. Ja. Net als wij. Maar waarom hebben, hebben waarom is onze content dan zo anders? Nou, misschien dat ja, ik, het, we zijn wat neurderiger geworden, ja, denk ik. Precies. En dat is fucking cool. Dus I don't, I don't care. Nee, dat is het. Ik, ook. Geen, ja, ik ben ook een getatoeëerd mens. Hè? <laughs> uh, en ruig. Ik zuip veel. Ik doe heel veel gekke dingen. Nee. Ik zit te uh, poppetjes schilderen in het weekend. <laughs> precies. Maar I don't care. Het dus nog andere dingen zittend. Uh, uh, <laughs> ik bedoelde zittend, ik ja, op. Uh, ja, precies. Scheiten, dat soort dingen. Nee. Ben um, ik van films en series? Heb je nog andere nerd-dingen? Uh, uh, ja, of die, 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 die het nerd-realm. Uh, nou ja, MCU-wise was het niet een heel sterk jaar. Want er zit in het jaar van Phase voor en dat was gewoon scheid. Uh, dus ja. Er zijn wel wat interessante series. Ik vond dat Stranger Things een heel goede. goede return to Form heeft gehad. Ik heb onlangs heel uh, Game of Thrones gekeken. Joh. Heel Game of Thrones. Ja. Kunt, en ik ga, ik ga een bommetje droppen. Ik vond het seizoen 8 helemaal niet zo slecht. Ik ook niet. Dat was hartstikke fantasy. Dat ja. ik, ik heb die toevallig wel gezien. Die vond ik hartstikke leuk. Maar ik, ik, ik denk 99,9% van, de, uh, van de mensen die ik spreek. Waaronder jij, Fiesbach, die zit te kijken, uh, die vindt het een helemaal kutseizoen. En ik denk dat het komt omdat ik het nu bekijk vanuit het perspectief van iemand die in één ruk alles achter elkaar heeft gekeken. Versus iemand die misschien heeft zitten wachten op seizoen 8. Ja. Seizoen 8 begon te kijken en dat ineens soort van alle. Klimaxen komen achter elkaar. Dat is toch, daarom, dat is toch super vet? Dat wil je ja, toch? Ik, ik vind, het, ik vind het, en het... ...en het is ook niet meer dan logisch... ...want als je kijkt naar alle verhaallijnen die lopen... De, ...al zeven zoenen lang... ...weet je, het bouwt op naar dat punt. En het, en je, het is heel actievol. Het is ineens veel meer fantasy. Waarom en, ik het heel leuk vind. En dat, en dat, uh, dat, die, dat die climaxen... ...of die, 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 die knooppunten, eindpunten van het verhaal... ...nou precies allemaal een soort van achter elkaar zijn... Dat is alleen omdat die opbouw zo is gegaan van zeven dingen tegelijk. Ja. Het is niet dat uh, in seizoen twee één verhaal en tot een einde is gekomen. En zo. En dat er steeds dingen tot zijn einde zijn gekomen. Maar alles is opgebouwd naar dat seizoen. Ja, En als er daar ineens heel veel achter elkaar gebeurt. Dan is dat gewoon omdat al die dingen. Ja, al die dingen komen tot een eind. In één seizoen tijd. Ja, dat is inderdaad heel snel ineens. Maar niet als je het bekijkt over het grotere plaatje. Ja. En ik vond het niet echt anticlimactisch wat er gebeurde. Bij nee. sommige. Verhaallijnen, sommige groeperingen die al dan niet te makkelijk verslagen werden of iets. Uh, ja, maar, ik probeer nog steeds spoilerfly te blijven voor die ene ziel naast ik die het nog niet gezien heeft. Maar. Ja. Of maar, inmiddels ik niet meer, natuurlijk. Maar, maar ja, dus dat, uh, dat waren een beetje de nerdy dingen die je uh, veel leuk ja, vindt. Ik ben niet echt verder in comics gedoken. Nog, jij hebt nog steeds mijn, uh, mijn comic. Ja. Lul. Um, en verder. Ja, nee, die hobby shit vind ik al nerd genoeg. Dus ja, uh, dan gaan we, dan we gaan weer verder, verder met... Uh, we waren bezig, even circle back naar uh, de gaming, uh, het gamingjaar. Ja. Um, is, is er iets dat je, dat je buitensporig veel gespeeld hebt? Meer dan de gemiddeld of meer dan andere de games? Nou, wat ik wel weer aan mezelf gemerkt heb... dat ik buitensporig goed ben in het niet afmaken van games. En uh, in die zin is dat problematisch, omdat ik bij bijna elke game moet zeggen van... oh ja, die moet ik nog een keertje afmaken. Sterker nog... dan kan ik alvast verklappen... de enige game die ik uitgespeeld heb dit jaar... is Dying Light 2. Dat was samen met Skate. Um, dat is heel komisch. Want er zijn zoveel meer goede games... die je eigenlijk zou willen uitspelen. Ja, het is nog niet eens mijn top 5 op... maar het is inderdaad nee, in voldoende zien even al laatste. eventjes, dat is wel netjes. We zien al even... want het, ja, het is gewoon een hele vette game eigenlijk ook wel. Uh, maar uh, ja, ik, dus... En dat, dat had ik vorig jaar ook al, want ja, daarvoor ook al, maar het lijkt steeds erger te worden. En het heeft niks met de kwaliteit van de game te maken. Maar ik bereik heel vaak een punt en dan ben ik vrolijk aan het spelen, ben ik vrolijk aan het spelen. En dan kijk ik naar rechts en er is of een nieuw game of iets. En denk oh ja, dan speel ik dat even. En dan laat ik dat andere ineens volledig liggen. Terwijl ik dat misschien fucking de game van mijn leven vind. Ik heb Red Dead op die, op die manier ook gewoon laten vallen, omdat het iets anders was wat op dat moment even een soort van. En niet eens en, voor Game Kings nee voor jezelf gewoon voor alles weet je ik zou uh, heel veel games van mijn want to play lijstje kunnen spelen ja wat ga ik dan doen Valheim Skyrim uh, Sea of Thieves Planet Zoo al die games die al, uh, al die speel je al ja maar dan speel ik dan weer ja precies dus er zijn je hebt heel, dit jaar heb je veel games gespeeld die je al speelde net zoals Ghost bijvoorbeeld al jaren Destiny speelt dat soort dingen ja kijk Destiny die, dat is natuurlijk wel een beetje een blijvertje. en dat is niet per se iets wat dan wat dan gek is om ineens weer op te pikken, want dan is er weer nieuwe content en zo. En in, in die zin Planet Zoo ook niet, want er zijn genoeg beesten bijgekomen, kan ik je vertellen. Um, maar ja, Skyrim. Ja, ik vind het gewoon een lekkere kerstige game. Dus ik heb ineens weer opgepikt. Ik moet zeggen, dat had ook weer eigenlijk met hobby dingen te maken. Want ik ga, as we speak, uh, heb ik als het goed is voor kerst gekregen... <laughs> Um, de, de Elder Scrolls Call to Arms. En dat is dan een tabletop... Uh, soort van wargame van Elder Scrolls. Yeah. Ja, en daar heb ik dus... muurtjes, poortjes, weet ik veel... ruins uh, en... Uh, uh, droger en... Voor nodig of die, heb je, die krijg je erbij? Nee, voor nodig. Ja, als je die erbij wil kopen... dan zijn ze duur. Als ja. je die wil printen... Dan ben je vijf euro kwijt. Ja. Wat. Dus uh, ja, dat is een makkelijk rekensommetje. En dus ben ik weer... met mijn Typische hoofd voor inspiratie Skyrim gaan spelen. Nou ja, ik heb nog geen inspiratie op gedaan, ik ben gewoon de game aan het spelen natuurlijk. Ja, is, het, is, is dat misschien zo, want ik heb dat ook in andere uh, interviews zo een beetje op een andere manier komen. is dat misschien zo dat je als je, een, uh, als je iets speelt wat je al kent of wat dan ook, dat, dan, dan, heb, dan is de commitment gewoon wat, wat minder groot? Uh, dan, dan is het niet erg als je hem weglegt of, of omdat je hem toch wel weer op gaat pakken? Nee, want het zijn juist de games die nieuw zijn, die ook gewoon worden weggelegd. Ja, omdat dat er een commitment is. Dat is het soort van. Daar, Christ, ja, als okay. je helemaal door die hele game heen ploegen. en ik weet niet wat er, weet je, je weet niet wat er. wat er. wat er te wachten staat. Is het eng? Nee. Ja, en, en ik heb jou ook wel eens horen zeggen. van. misschien is het de angst om een verhaal af te maken. dat je het eigenlijk te goed vindt. om nog. het nu al het einde te Bijvoorbeeld? zien zo. Ja. Maar dat durf ik ook niet zeggen. Ja, ik denk misschien ook gewoon de aandacht spannen. van een, van een krekel. Nou ja, ja, maar aan de andere kant. er zijn dus games die blijven plakken dat nou zit een soort ja, van comfort ook alleen Ja, maar in dat je al die die, die, die zoo, wat er op planet zoo staat, daar zit er dan waarschijnlijk een soort van comfort in 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 ja. het herbezoeken van iets wat je al kent. Ja, en ze kriebelen natuurlijk een bepaalde itch bij mij, weet je, een Valheim daar kan ik mijn bouwdrang, bouwdrift in kwijt. In een Skyrim kan ik mijn soort van hersenen op nul en ervaar deze wereld drift in kwijt. Uh, Planet Zoo ook weet je bouwcreatie uh, en beesten en natuur altijd leuk, dus ja, dat zijn dat zijn gewoon terugkerende dingen. CFT's, weet je, piraten is altijd nice, helemaal als je gewoon een soundtrack erbij zet van iets anders. Uh, en ik vond die, die uh, Pirates of the Caribbean uitbreiding gewoon echt heel vet ook. En die game die wordt gewoon heel goed ondersteund, dus uh, die verdient het ook om gewoon gespeeld te blijven worden. Ja, maar dan maar geen nieuwe game spelen. Ja, niet, als het, het niet moet, van OMJ, jij en het, het is weird, want als je mij bijvoorbeeld. Um, nou ja, noem maar eens één. Een. Uh, Sifu en Skyrim naast elkaar legt. Ja. Van, ja als, ik, als ik nu zou zeggen van ja, wat zou logisch zijn om te spelen? Sifu. Maar als je, als je alleen al Skyrim noemt, dan, dan kan ik je nu al vertellen, ik zit vijf uur Sifu te spelen. En dan zeg ik zo, Oh, S oh Skyrim. Skyrim. Voedsel en hulp, ik speel Skyrim. Ja. <laughs> Zonder dat ik ook maar één reden heb gehad om het weg te leggen, want ik heb ongetwijfeld dan veel lol met die game. Kan ik nu niet zeggen, want ik heb hem niet gespeeld. Ik verklap er alvast een van mijn lijstje, uh, maar ja, dat is gewoon op onverklaarbare wijze dat ik dan een game ineens wegleg en of niet eens heb aangeraakt. Want hè, daarom heb ik ook een lijst met games die ik nog wil spelen, dus um, ja, misschien dat ik volgend jaar een antwoord heb op deze vraag waarom ik nou eigenlijk die games niet afmaak. Goed, goed om Er zijn er nogal wat. Ja, om er even over, over, uh, om, om er over na te denken. Terwijl je inderdaad een, een, een jaar lang game of zo. Ja, misschien is het ook ergens wel al een, als, als je al goede voornemens moet hebben, een goed voornemen om eens een keer een game godverdomme uit te spelen. Nee, maar er je. is een verschil ook tussen iets uitspelen en iets de aandacht geven die het verdient en niet het uh, inwisselen heel snel voor iets dat je al kent. Nou, maar de main story afmaken vind ik in ieder geval wel de aandacht geven die het verdient. Ja, ver. Ja, Heb je een teleurstelling gehad dit jaar qua gaming? Um, het niet afmaken van al die games. Dat dat is denk ik mijn teleurstelling. Maar dat heeft dan minder met de game te maken, meer met mezelf. Ja. Uh, ja, ik zie ik zie veel games voorbij komen. We hebben we hebben ook met de, de premium awards van de uh, van de, de kerststream. Hebben we ook een hele categorie met de meest teleurstellende games van 2022? En dat, ik zag er echt iets van 15 tussen staan of zo. Ik weet even ja. zelf niet precies. Uh, ja, een Pokémon en uh, dit. Ja, voor en ditje. jou? Nee, niet, niet per se voor mij. Um, terwijl ik ongetwijfeld wel een hele teleurstellende game heb gespeeld. Maar de pop is dus, in je hoofd. Dus dat is. Nee, uh, daarom. Dus het, hij, hij zal wel niet zo schaamd, dat ik slecht zijn geweest. dat ik dan zoiets heb van. Voor uh, je het heel teleurstellend dat Starfield is uitgesteld? Nee, want ik wil dat die game af is voordat ik hem speel. Ja, dus laat, laat maar lekker volgend jaar komen. En als volgend jaar wordt gezegd dat wordt uitgesteld naar december. in plaats van de eerste helft van 2023. vind ik het ook prima. Ja. Zullen we dan gewoon je lijstje erbij pakken? Zullen we even het lijstje. Ik, ik, ik pak een zakje uit mijn broekzak en er zit een D20 in. Oh, yeah. Ja. Mijn, uh, hoe heet het, Labradorite D20. Labradorite? Bestaat dat? Ja, of heeft, heeft iemand dat bedacht? Ik weet het niet. Het is niet Ge iets dat er ja, gewoon wel, echt het uit bestaat. geharvest kan, kan worden, uit uh, gemind kan worden uit de wereld, toch? Ja, de ja. aarde, moeder aarde. Okay. Labradorite. Met de uh, Moon 20. Het is zo'n zo Charger Crystals ding, wat uh, Rose Quartz. But, ik weet niet of, soort of van Labradorite geheimen. dat ook heeft. Nee, ik denk het helende wel. helende krachten. Alles heeft wel een, een helende kracht zogenaamd. Zullen we een keer naar, naar zo'n paranormaal beurs om of van die hele grote brokken steen te nou, kopen... om zelf dan van die Dyson's maar uit te hakken? Ik, ik kan je vertellen, dat is niet makkelijk. Nee. Dan, dan zou je d sessies moeten doen. Gewoon vierkanten. En dan zou je 1, ja, 2, 3, 4, 5, 6... Steeds meer, steeds graven. beter. Huh? Steeds ingewikkelder reform ja, tot en met uh, de D20. Je, ga je gang. Ja, ik zag toevallig laatst een YouTube-filmpje over... Uh, en dat is misschien ook wel... Iets. heb je wel op YouTube gehangen? Dat is ook, kan ook oh, heel nerdy ik nerdy die hele heb heroes, Heel veel op he? YouTube gehangen. Ja. Ik heb natuurlijk voor Critical Role. Dat is een vast, vaste prik natuurlijk. Uh, heel veel Eater. En dat is, volgens mij volg jaar dat ook dat is een YouTube-kanaal waar heel veel van eten en dingen. En uh, volgens mij twee, één kanaal waar is uh, Aquamarijn gaan uh, prospecten en minen op een berg. Dat is Aquamarijn? Dat is, het zijn blauwe kristalletjes. Dat bedoel ik. Die ja. zie je wel. Je kristalletjes. Ja, die t-shirt vind je op de Paranormaalbeurs. Ja, maar, maar niet omdat ik het vet vind. Uh, de de healing zelf, powers, nee. Maar dat ze het vinden. Oh, oké. Okay. Dat, ze, dat ze uit een berg, dat ze ineens een soort van met water en zo en dat ze graven. En dat, met dat ze met een kwastje bezig zijn. En dat, dat er ineens een soort van kleine cluster aan van die blauwe dingetjes uit het, uit het ding. En dan pakt hij het op. Ja, nou, dit is 3000 dollar. Ja, fucking dope. Luip. En dan, word je natuurlijk, dan krijg je aanbevolen en video's. Is goed voor je en dan, dan, krijg, je, dan en je krijg je die soort van... linksdraaiende draaien in de teen. Dan, huh? En het is goed voor je leven. En, nou, en, en van daaruit word je weer doorverwezen. Inderdaad naar uh, de, de, de kristalbeurs ofzo. Was, was er voor miljoenen aan, aan. Ik weet niet hoeveel kristallen van welk formaat allemaal hebben. Sick. Ik ben, ik ben, ik ben nu zakt voor een kristaljachtaflevering. aflevering. Ja, en welke kristal dan het beste bij je persoonlijkheid past. Dan moet je daar ook achter zien te komen. Dat is heel moeilijk, maar dat is al, dat is al zweverig. Maar oh, gewoon ja, net... bij jou Obsidian natuurlijk. Obsidian, precies. Ja. Black as night. Ja. Uh, ja, bij mij weet ik dat nog niet. Um, maar wat zullen we zullen het over games gaan hebben. Ja. Uh, uh, dat, wat, dat, dat is een, je hebt een top 5 en een ja. top 5 aan games uh, want to play. Laat ik eerst een top 5 games want to play uh, noemen. En tijdens mijn gewone kan ik je al enigszins verklappen... Welke plekken die zouden vervullen, mocht ik ze wel gespeeld hebben en ze aan mijn verwacht verwachtingen zouden voldoen? Ja, dat is een heel moeilijk of je dit kijken hoor. Nee, maar ik denk dat als deze games doen van wat ik ervan gezien heb, ja, ja. Dat, dat dit zeg maar mijn plek 2 tot en met zes zou zijn, grappig genoeg. Oké. Okay. En dus wat ik nu op mijn normale lijst van 5, 4, 3, 2 heb staan, dat dat dan ja. allemaal dus naar beneden gaat. Maar okay. goed, dat, dat is dan uh, zorg ik voor dan. Op nummer 5 van games die ik nog moet spelen en eigenlijk best wel graag zou willen spelen, mocht het zijn dat ik ze een keertje ga spelen. Sifu. Ja, je hebt het net al voorbij zien komen. Uh, ik, uh, ik vind het nog steeds een super interessante game. Lijkt het me om te spelen. Jij hebt hem gespeeld en vond het volgens mij best wel moeilijk. Ja, moeilijk, maar amazing. En dat, dat is iets wat ik dat zijn twee woorden die ik graag hoor, want dat, dat vind ik leuk om te hebben. Weet je, ik ben ook wel enigszins van dezelfde stijding. En ik hou wel van uitdaging, dus... Uh, en als dat dan ook nog eens een game is die gewoon goed werkt... en goed doet wat hij moet doen, of wat hij belooft in zekere zin... met interessante game mechanics, dat hele aging-systeem en zo... dan uh, ja, ben ik daar heel benieuwd naar. Dat en het grappige is, volgens mij zijn ze ook bezig met de Sifu-film. Vet. Ben Denk, ik heel benieuwd hoe je dat aging-gebeuren wil verwerken erin. Maar... Nou, vast niet. Of of ja nee geen idee maar uh, denk je dat je dat je deze en en al die andere games van want to play denk je überhaupt dat je ze nog gaat spelen want doe je wel eens backlog gaming nee, nee ik wegwerken? ben dus heel slecht in 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 backlog wegwerken precies want dan ga je gewoon Skyrim en Zootekoon spelen daarom ja, dus dat gaat nooit gebeuren of het moet echt ineens een soort van op een sale pagina of zo staan en dan denk ik van nou voel ik ineens wel wat ja. voor deze game maar het is niet dat ik een soort van kalender heb hangen van Oh ja, bovenaan mijn backlog staat deze game. Nee. Die moet ik spelen. Ja. Maar dus kijkers, als jullie, uh, uh, jullie, jullie krijgen nu deze One to Play uh, top 5 van uh, vandaan van mee. Als je hem ergens in de aanbieding ziet, geef hem of een gift. Of uh, 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 laat hem even weten waar hij die, waar die in, de, in de aanbieding is. Ja, nou ja, dan moet ik dus eerst een PlayStation 5 hebben voor de komende. Nou nee, Niet de komende drie games. Ja. Op nummer 4 van games die ik eigenlijk nog zou moeten spelen. En eigenlijk ook wel wil spelen, maar nog niet gespeeld heb. En twijfel of die ik überhaupt eens dus ga spelen. Horizon Forbidden West. Ja. En, dat is, uh, en ik denk dat ik weer jouw kant op kan kijken om te vragen of dit inderdaad een hele goede game is. Jij zal hem ongetwijfeld heel hoog hebben, maar dit is niet jouw interview. Maar je zal nu zeggen. Dit, de, 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 deze game en de vorige game waren volgens mij ook mijn top 2 van ja. mijn, mijn, mijn <coughs> lijstje. Van, van, ja. En uh, ik denk ook dat dit echt wel. Ik heb deel 1 met heel veel plezier gespeeld. En dit is. Ik denk in bij, op bijna alle facetten, en dat denk ik, want het is nog voor mij nog steeds koffiedik kijken. Confirmed. Gewoon uh, een klein beetje opgeschroefd. Nee, Alles, veel alle... zelfs. Echt veel. Oké, okay, veel opgeschroefd. Het is veel opgeschroefd. En een vettere open wereld, en een vetter verhaal, en vettere beelden, vettere graphics, uh, vettere enemies. Nee, nou, ja, ik kijk alleen al dat zwemmen, fucking gruwelijk. Ja. Dus ja, dat, dat, daar heb ik heel veel zin in. Maar kan je niet over dat ik hem ga spelen? Dan ga ik naar mijn nummer drie. En mijn nummer 3 is, grappig genoeg de game waarvan ik zei dat dit misschien voor mij de system zelf zou zijn. Um, maar ik heb dus nog steeds niet de PlayStation 5 gekocht. Weer een PlayStation 5 game. Gran Turismo 7. Ik uh, wil heel graag autootjes rijden in Gran Turismo 7. En vraag me niet waarom ik deze game nog niet heb gespeeld. Ofwel nog niet een PlayStation heb gekocht om dit te gaan spelen. Want ik heb hem een paar keer gespeeld met een stoeltje. Als ik dan toevallig ergens op een locatie was waar die speler was. Ja, en het is gewoon een fucking vette game. Nou, kwam dat heel, er kwam ook heel veel gezeik omheen. Van dat het heel erg uh, jou probeerde uit te melken als speler. Om er geld in te steken. Daar heb ik dus niks van mij gekregen. Want ik heb de game nog niet zelf echt uh, in huis gehad. Uh, maar dat ook dat wordt langzaamaan beter. Dus ik heb nu zoiets van. Op het moment dat hij naar PC komt. Dan ga ik hem gewoon spelen. Misschien is hetzelfde ook waar voor Horizon Forbidden West trouwens. Dat uh, kan, komt alle twee vast wel goed aan. <tacht> dat denk ik ook. Mijn nummer twee van games die ik niet heb gespeeld... maar wel zou willen spelen, maar twijfel of ooit ga spelen... kan bijna niet. Deze moet ik wel gaan spelen. Want deze staat al geïnstalleerd op mijn PC. En dat is Plague Tale Requiem. Um, dit is een game die veel lof krijgt. En denk ik ook terecht. Ook hier weer zal dit een gevalletje zijn... Het leuke is, ik zeg nu allemaal: dit zal en dit zal en het gaat waarschijnlijk. Het gaat om jezelf. Er zijn heel je veel mensen je zelf in controle. Ja, ik denk dat deze game, uh, net als met de Horizon Forbidden West, gewoon alles wat het in deel 1 deed, opgeschroefd, beter uitgewerkt. En nu, nu kennen, weten ze precies wat ze moeten doen om het een vette tweede deel van te maken. En hebben ze dat waarschijnlijk ook gedaan. Dus um, in, dit, in het geval van deze game, ja. Ik denk dat ik die misschien momenteel wel aan het spelen ben. Want ik ik ben het moment... zeggen, deze komt wel goed, want die staat al geïnstalleerd op je pc. Ja, hetzelfde geldt trouwens voor uh, Marvel's Midnight Suns. Die heb ik ook gewoon op geïnstalleerd staan. Ook nog niet aangeraakt, gek genoeg. Dus, uh, maar dat is iets meer een urenvreter. Ik denk dat ik hier nog wel in een uurtje of uh, 15 doorheen kan rammen. Dus, uh, dus deze gaat gespeeld worden. Nice. En ik heb er geen Playstation 5 voor nodig, want die staat op mijn pc. Klopt. Dan nummer 1. Het mag geen verrassing zijn. Games die ik niet gespeeld heb omdat ik geen PlayStation 5 heb en wel ga spelen zodra die naar de PC komt, want ik voel niet de peer pressure om hem nu zo snel mogelijk te spelen. Dit is natuurlijk God of War Ragnarok, recht naar ruk. Ook hier weer. Ze hebben alles wat ze geleerd hebben van deel 1 zal hier net iets hoger, groter opgeschroefd zijn in het tweede deel. Verwacht ik. Um, zeg het me of het waar is of niet. Uh, dat hoeft niet eens, want deze game die krijgt al zoveel uh, awards en ditjes en datjes. Dat het niet nodig is om te bewijzen dat dit een fucking geweldige game is. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd wat dit gaat zijn. Nogmaals, ik voel niet de druk om dit vandaag of morgen te spelen. Dus ik wacht gewoon netjes tot hij op de PC is. kan ik hem in vo volle glorie. Hopelijk bugvrij, alles vrij. Ik uh, neem aan dat die game al een soort van bijna perfect is. Dus uh, dan kan ik hem dan wel gaan spelen. Heb je iets tegen Sony? Nee. Ik heb gewoon geen PlayStation 5. Ik heb niks tegen Sony. Als ik hem wel, als ik namelijk wel die PlayStation 5 had, had ik alle deze drie, in ieder geval deze drie, Sifu is inmiddels ook op PC uitgekomen, maar dan had ik deze drie games al lang gespeeld. Dan wel. Ja, dan, maar ja, dan, niet, dan, 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 dan is hij namelijk ineens top gesprek. Dan zijn ze ineens top of mind. Nou zit er een hoorde tussen, namelijk ik moet nog een PlayStation 5. Ja. En ja, nou dan heb ik zoiets van ja. Nee, maar je ja. weet ook, ooit komen ze wel naar de PC. Het duurt wel een jaartje, maar. Ja. Ja, en, en in dat opzicht is het voor mij dus daar nog weer. Ben ik zo PC-minded uh, geworden. Uh, dat zelfs helemaal nu ik weet dat de meeste PlayStation-games ook naar PC komen. Ja, ik heb gewoon niet zoveel haast. Kijk, en als ik ze zou reviewen, zou ik leuk uh, de PlayStation van de redactie meenemen. En zou ik heel, met heel veel lol. Makkelijk 30 uur in een War voorsteken, als het niet meer is. Ja, maar nu. ja... Ik weet niet. Ik ben heel snel afgeleid en dat iets moet echt heel erg top of mind zijn. Wil ik de drang voelen om het uh, te gaan spelen? Nou, zijn er zijn een paar games die dat maar kunnen bewerkstelligen hoor. Nou, dat is, echt, dat is echt alles van Bethesda Game Studios en alles van Bethesda Game Studios <laughs> eigenlijk. En misschien alles van Rockstar. Ja, en Rockstar. En Avoud kan het waarschijnlijk ook doen, maar dit, dit, dat mag geen verrassing zijn. Nee, Hopen. maar vijf games heb je in ieder geval wel kunnen bekoren dit jaar. Ja, nou, nou moet ik wel zeggen: er zijn dus een aantal games die niet in het lijstje staan. Uh, die ik wel gespeeld heb. maar waarvan ik zoiets heb van: ja, dat zijn geen top 10 waardige games. dus ik ga ja. er geen top 10 van maken. Heb je uh, veel gegamed dit jaar? Nogmaals, heel veel tijd is verloren gegaan. of gewoon gegaan naar hobbymatige. ongein. nerdshit. hobbyshit. shit. Hobby -shit. Ja. Dat was niet. Dus ik heb. Niet per se veel gegamed. Nee. Er zijn jaren. de afgelopen jaren. dat je. dat, dat je ja, dat we een interview hebt gedaan. dat je echt heel veel had gegamed. Kijk, vorig jaar was voor mij nog niet het hobbyjaar. Dit jaar was voor mij gewoon. hobbyopenbaring bijna. Ja. Uh, dus daar waar ik. nou, ja, ik durf niet te zeggen. hoeveel uur ik vorig jaar. had. maar. even kijken. Mijn nummer twee was vorig jaar. Valheim. dat ik op dat moment al 230 uur in zit. Um, als ik naar dit lijstje kijk. Ja, dan is het misschien mijn top 5 bij elkaar opgeteld: 230 uur. Ja. Dat ja is, okay. is fucking bizar. En ja. ik heb vorig jaar volgens mij ook nog wel echt. Ik weet niet of ik veel uren in Planet Zoo had. Maar ik had een paar uren freeters waar ik echt veel tijd in had gestoken. Ja. Nou, ik zit misschien qua gameuren. gok ik op een kwart van wat ik vorig jaar had. Ja, dat bedoel ik. Ja, daarom. Ja, die en dat is niet werk. Kan. Dat is echt hobby en nerd shit. En uh, met je hoofd. Uh, je gewoon, uh, in de leegte zitten. Ja, nice. Um, op een goede manier. Op een goede manier inderdaad, uh, niks negatiefs inderdaad. Um, dus ja, voor mij uh, games als uh, an Evil West, uh, The Quarry, uh, Overwatch 2, Sniper Elite 5... Weet je, ...dat zijn games die leuk waren, maar die zouden nooit top 10 waardig zijn eigenlijk echt. Nou, ah, misschien The Quarry wel, maar... Niet voor mijn top 5. Weet je, dan mag ik weer even wat strenger zijn. Ja. namelijk. Erin. Uh, eentje die dan, dan sowieso nog net te buiten viel. Omdat ik hem eigenlijk alleen te weinig had gespeeld. Maar eigenlijk wel anders erin zou hebben. Uh, was Monster Hunter Rise Sunbreak Expansion. Ah. Maar dat was omdat hij dit jaar naar PC is gekomen. Hij ja. was in Switch Exclusive. Uh, dit jaar naar PC gekomen. En, ja, en dat is gewoon veel totalere ervaring. Als je hem een soort van uh, niet zo gelimiteerd gewoon lekker kan spelen. Ja. Um, dus vandaar nog even die vermelding. Maar ja, verder. Op Nummer 5: Een game die je al eventjes voorbij hebt zien komen net, en dat is namelijk Dying Light 2. Ik had uh, vorig jaar al een beetje de hoop en verwachting dat dit gewoon solide leuk zou zijn. En ook zoals ik bij heel veel andere games al heb gezegd in de afgelopen twee lijsten die ik net heb genoemd, of het lijstje en wat vermeldingen, uh, gewoon een deeltje 2 waar alles net even opgeschroefd is en dat kan. Bijna niet fout gaan, tenzij je heel erg de plank misslaat met stijl en verhaal en weet ik van wat. Vond je dat niet bij deze? Uh, ik vind dat die stijl technisch net even te fantasierijk is geworden wel. Ja. Maar gameplay technisch is die wel heel veel beter en goed uitgewerkt. En je hebt veel meer redenen om uh, dingen te doen in die wereld. En je hebt veel meer manieren om je voor te bewegen in die wereld. En het is veel leuker om wat samen te doen. Dus het is gewoon een hele vette, vermakelijke wereld om speeltuinmatig zombie af, zombies af te maken. Ja, en, en toch, uh, wat mij betreft, als je een soort van top 5 moet samenstellen van game mechanics die het allervetste zijn in games, dan is gewoon de flying kick in Dying Light. Dus altijd zal daar makkelijk in staan voor mij. Je, je kan voor alles top vijfjes verzinnen of top watjes ook verzinnen. Uh, maar de flying kick is gewoon een ongeëvenaard gevoel. Als jij een sommige achter je aanrent op een gebouw. en je draait je om. Je sprintje, boom, en, dan, bam, en je doet even spring naartoe. en dan. in zijn bek. en. zie je zo dat van het gebouw afgaan. dat is gewoon heel lekker. Ik heb trouwens. Uh, dit is dan de enige game die ik heb uitgespeeld. en de reden dat ik hem heb uitgespeeld. is dat ik iemand had om hem mee uit te spelen. dat was met skate. Ja. Skate streamde het volgens mij. en toen uh, ben ik gewoon steeds maar mee gaan doen. en dat was voor mij ook. Uh, een beetje een goede soort van halsband om me mee te slepen naar het einde. En dat was niet omdat ik dan anders niet de interesse had om de game niet af te maken, maar dat was gewoon van, oké, okay, lekker, weet je, dan heb ik iemand die wel die drive heeft om nu door te pushen. Dan ga ik gewoon samen met hem doen en dan is het goed om dat af te sluiten. Ja, dus dat moet wat... worden. Nee, want. Carry is meer skill-wise. Ja, okay, skill dus dat maar was mee andersom, meer andersom. Ja, zin-wise. Zinmatig. Ja, maar ook dat niet. Want ik had, als ik tien uur langer was doorgegaan... had ik ook nog, net, nog steeds net zoveel lol gehad. Okay. Maar dan had ik hem misschien aan de kant gelegd... voor iets randoms ik, Ja. Voor het maken van een map van D&D of wat dan ook. Op nummer vier heb ik een expansion. Um, en dat is namelijk... Destiny 2, The Witch Queen. Uh, The Witch Queen doet eigenlijk in zekere zin... Wat um, The Taken King en voorspoken, voorspoken, Forsaken, sorry. Uh, zegt dat nou goed? Forsaken was ook een expansie, ja. Wat die twee expansies ook deden. En dat is namelijk gewoon... en veel vette content toevoegen... en het verhaal weer even, even upcranken. En dat, dat deden ze gewoon heel lekker. En ze zetten gewoon weer een goede, goed fundament neer... voor het aankomende jaar... waarin we steeds dichter naar die het einde van deze saga toewerken en ik merk gewoon dat, dat het verhaal van Destiny steeds, steeds dichter naar het einde begint te kruipen en eigenlijk dus ook steeds vetter wordt want ze beginnen ook steeds meer te leren van hoe het nou het vetste manier is om dat te vertellen en daar worden ze beter in en dat zie je en ja ik vind dat ze daar gewoon dat dit jaar gewoon heel goed hebben gedaan naar het eind gaan ze er een eind aan breien met Destiny 3 komen dan um, nou ja volg, begin volgend jaar heb je nog Lightfall en volgens mij heb je daarna nog één expansion. En daarna is het een soort van einde van de saga van Destiny, zoals we het kennen. De, het gevecht tegen de Darkness, als het ware. Hm. En dan komt er weer wat nieuws. Ik ben Goed. heel benieuwd wat dat gaat zijn. Maar ik vind het uh, vet om de, het verhaal zoals het nu is, om dat mee te krijgen. Ik moet zeggen, ik ben wel altijd de Destiny speler die het dan na vier weken intens spelen weer ineens weglegt. Ja. En ook niet weer even zomaar oppikt. Tenzij er weer nieuw content is. Dus, uh, maar de uren die ik erin heb gestoken. Waren meer dan fijn om, uh, om lekker te knallen en loot te verzamelen. Ik lig wel weer zwaar achter ten opzichte van andere spelers, maar zo be het. Op drie. nummer 3, um, heb ik een game waarin ik eigenlijk niet veel tijd heb gestoken, maar nog steeds zou willen steken. Um, behalve dat dit wel echt een, een game is met een flinke drempel om in te stappen, en dat is Total War Warhammer 3. Ik vind het echt een, een, een gruwelijke game. En gruwelijk groots. En je hebt, ik weet niet hoeveel facties in de wereld. En er is allemaal shit ook weer toegevoegd van oude delen die ik nooit gespeeld heb. Dus, die, dus de speelwereld is inmiddels dus zo groot. Ja, ik, ik wil niet eens weten hoeveel uren je hierin kan steken. Ik denk dat je een heel jaar alleen dit kan spelen. Dat al makkelijk, ja. Ja. En ook uh, de, de multiplayer hiervan, ook grappig. Ik heb dat met, ook weer met Skate, uh, dan uh, een sessietje gedaan. Ja, en dan is het zo van, uh, oké, okay, die AI-facties die je normaal hebt, weet je, dat kan, kunnen nu gewoon een paar spelerfacties zijn. En als uh, speler A uh, in, in oorlog is met een andere factie, dan, kun jij dan, of dan moet je misschien wel kijken naar de, de battle die gevochten gaat worden. Dus dan zit je mee te kijken met andermans strijd. En ja, die, die battles die zijn gewoon heel vet om, om echt zo groot mogelijke schaal... Gewoon te beleven tegen, tegen andere enemies en tegen andere facties. Dus dat is heel leuk. Wat ik zei, het is wel echt een, een flinke drempel. Dus het is ook niet een game die je even weglegt. Uh, als, je, helemaal als je nog niet echt diep in de, de, de wereld van de Total War games of de, de wat meer grand strategy games zit. Ik probeer het steeds en ik vind het heel vet. En ik wil het nog vetter vinden dan ik het eigenlijk vind. Maar ik heb nog net niet de commitment gevonden om dit door te zetten. En er echt goed in te worden ook. Want dan, dan pas begint zich echt een boek te openen voor je. Dat is een beetje het ding. Ja, maar dan komt Planet Zoo weer uh, in de in in back of your mind. Ja, dan, dan is het dan, hey Hé Skyrim. Hé. Kan Ja, nou dat dus. En dan, ja. uh, dan speel ik ineens weer wat anders. Dus ook dit weer. Niet ver genoeg gespeeld om echt de game te waarderen voor wat hij eigenlijk zou kunnen zijn. Uh, dat geldt trouwens ook voor uh, mijn nummer twee. Niet uitgespeeld. Vraag me niet waarom, want ik vind het een geweldig game. Uh, en dat is omdat ik de games die hier uh, vooraf gingen ook al geweldig vond. En dat is namelijk Tiny Tinas Wonderlands. Bam, looten en shooten. Ja, ik ben, gewoon, ik ben gewoon een vieze loothoer. En ik ben gewoon een vieze borderslet. En een dd pap En een dd pap Dus dat kwam allemaal samen, scharend en wel. <laughs> uh, dus ik zat deze game, dit was gewoon mijn, mijn jam. En uh, ja, ook dit weer, weet je, ik heb het misschien 60, 70 uur gespeeld. Ik heb um, Heb ik hem eruit nou uitgespeeld of niet? Volgens mij wel, als ik dit zo zie. Ik heb denk ik de main story wel gewoon uitgespeeld. Dat wel. Maar niet alles helemaal 100%. Ja, dit is gewoon lekker gek, lekker borderlands. Ik merk wel dat het... Uh, ze hebben niet... De, 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 de magie die ze hadden wat betreft de humor. Die ze echt eigenlijk alleen in deel 2 wisten te, te bewerkstelligen. Um, dus in dat opzicht zal het altijd een soort van hunkeren blijven naar de Good Old Days van Borderlands 2. Waar die gewoon echt, echt grappig was. Hier zitten wel meer dan genoeg fucking funny referenties in naar andere. Uh uh, nerd culture fenomenen. zeg net een ghost, Ghostbusters uh, beam. Ja, dat, dat niet alleen, maar ook gewoon, weet je, dit, dit is een soort van murderous clan met met uh, smurfen en zo. Weet je, dat, dat soort domme grappige referenties dat je gewoon even, oh, weet je, ik ben een smurf aan het afschieten, fuck it. Maar ja, die smurfen die proberen jou op te vreten. Weet je? Dat, dat, soort, dat soort domme shit. En dat, uh, weet je, dat maakt het toch wel. En natuurlijk gewoon met de loot en alles. Ja, en ik ben dan zo'n sukkel die gewoon, ja, ik heb een eindbas verslagen. Wat doe je als je de eindbas hebt verslagen? Je quit de game, je start hem weer, dan sta je weer bij die eindpas. Je quit de game, je start hem weer, je staat weer bij die eindpas. Ik speel hem even tien keer achter elkaar tot ik de één of twee keer die legendary die hij, die hij dropt uh, heeft gedropt. Uh, ja, en dan, dan kan ik weer door. En op die manier ben je eigenlijk content aan het herkouwen nog voordat je ze eigenlijk zou moeten herkouwen. Normaal doen mensen Nieuw Game Plus. Maar ik ben, ik ben een soort van Nieuw Boss Plus, Nieuw Boss Plus, Nieuw Boss Plus. Op het moment dat ik hem al net heb gedaan, dat werkt. Ja, het is niet dat hij dan moeilijker is. Het is gewoon, hij is gewoon precies hetzelfde. Maar ja, dan is de loot drop misschien net even anders. Dus ja, een, uh, ja en dat, dat is gewoon een gameplay loop waar ik gewoon heel goed op ga. Ja, nummer 1. Zal het een verrassing wezen? Nee. Ik heb dus, ik heb dus een nummer 0. Oh. Maar dat is meer omdat hij transcendent is. Maar oh, dan dacht op. ik dat het nu 1 was. Nee, ja, één, nee maar... één, is, uh, één is wel videogame-technisch. Uh, oh. uh, ja, mag geen verrassing zijn. En ik denk dat hij bij heel veel mensen op nummer één zou moeten staan of staat. En dat is Elden Ring. Ja, dit is, dit is wat mij betreft. Eh, ik, ik had het al even over, in 2018 had je dan um, Red Dead 2 en, uh, en God of War. Zo'n soort van decennium defining game. En ik denk gewoon dat dat, dat Elden Ring gewoon bij zo'n rijtje past. Van Decennium Defining Games. En wat deze doet, wat deze game doet. Want ik had een beetje de verwachting. Of ik had een beetje de hoop. Uh, ja, hoe, hoe had ik dat ooit uitgelegd? Ik, ik, ik zei dat ik ooit een. Uh, dat ik een Dark Souls zou willen. Met meer open wereld elementen. Waar ik niet verwachtte dat ik een. Open wereld zou krijgen met wat Dark Souls elementen of zo? Ze hebben dat open wereld aspect gewoon zo fucking goed gedaan. Wat ik niet had verwacht. Want ik dacht van oké, okay, het is een Dark Souls, maar dan open. Maar ze hebben dat open wereld aspect zo goed gedaan dat ik gewoon echt niet. Ja, dat dat gewoon fucking, waar ik ook heen ging. Ik ontdekte iets. Of het nou achter een boom zat of gewoon een heel duidelijke poort of, een, of iets. Wat dan ook. Wat het ontdekte was gewoon... je? Huh? Wat ontdekte je? Een hele fucking vette eindbaas weer. Precies. Ja, maar het maakt niet uit of het... of we, Er zitten 300, wat, 326 eindbaas in deze game of zo. Ja, ik heb ze lang niet allemaal gevonden. En uh, eerlijk is eerlijk, uh, er zijn misschien 100 unieke... en er zijn 226 iteraties op de eindbaas die je al kent... maar dan met een andere naam. Maar kijk alleen al fucking deze draak. Dat je daar een je paard omheen... Huh? Ja, sorry, vlam. Ik mag nooit meer draak zeggen. Ik zeg het <laughs> nog steeds. Wat. Kijk, deze motherfucker. Weet en... Ik moet wel zeggen, en dat is dan misschien een beetje jouw argument te versterken. Je ziet veel uh, bosses met movesets en animaties die je al hebt gezien in of van Bloodborne of wat Dark Souls 1, 2, 3. Uh, en je ziet die ook gereskind in dezelfde game nog een keertje voorbij komen. Dus ja, ik snap jouw punt. Maar dat neemt niet weg dat hij dan alsnog anders reageert en slaat en doet. dus... Het is niet alleen de bossen, maar het zijn ook de gebieden. Weet je, de, Als je voor mij. Wat is het mooiste gebied wat je in tijden bent tegengekomen? Nou, ik had het eerst allemaal met de open wereld van Red Dead. Van waar ik ook kwam, het was gewoon een plaatje. Weet je, net met de Blade Runner 2049, elk shot was wel een soort van kon je een artwork van maken. Met Red Dead was dat voor mij gewoon die natuur. En hier is het ook gewoon. Elke plek waar je staat, of je nou kijkt van, door een of andere of een of andere klif in. Of dat je ondergronds gaat. Fucking ondergronds, jongen. Die ondergrondse stad. Jezus Christus, wat ziet dat er mooi uit? Dat is gewoon. Dat is gewoon. Insane. En gewoon met een kleurstelling die gewoon perfect is. Wat je dat nachtelijke. Ze hebben iets, iets mysterieus. Sterren shit. En moonshit. En werk van wat. Ja, ik vind het fucking geniaal. En die game die, die, die speelt zo lekker weg. En die weet dat allemaal zo goed samen te gooien. Met een epische fucking soundtrack. En een van de bosses die dat voor mij misschien het meest omarmt nog is. Uh, de, 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 volgens mij iets van de Forced Spirit of zo. Een of de hert. En het is gewoon in die gigantische... In die onderwereld, zeg maar. En het, het, je ziet een soort van sterrenhemel in een grot. En een heel klein laagje water. En dan komt het beest aangelopen. En die springt op een soort van ethereal platformpjes. Komt hij naar je toe gerend. En er komt een blauwe gloed vanaf en zo... Jesus Christ, er zat echt zo van. Het was echt zo'n beetje de makkelijkste bosfight ooit, maar ik zat de hele tijd zo. Oh my god, ik vind het zo mooi. En die muziek erbij. En het was ineens een soort van traditioneel Japans muziekje in plaats van die hele epische, soort van kathedraalmuziek, muziek. Ja, man, dat soort momenten, dat, zat, dat, dat maakt zo'n game voor mij gewoon legendarisch. En dat, dat was deze game ook ergens wel. Top. Ja, en ik heb hem niet uitgespeeld. Top nul. Ja, top nul. Ja, DD mag de verrassing wezen. Nee. Nee, dat is, dat is een soort van transcending experience geworden. Dat was jouw, jouw, jouw favoriete nerding dit jaar. <laughs> ja, en moet je nagaan, dus inderdaad, zes keer gespeeld. Um, maar dit is, een, dit is niet een, een rabbit hole, maar dit is een soort van tunnelstelsel waar je, als je toevallig een vertakking neemt, weer in een gat valt. Weet je, of het nou maps maken is, of verhaal verzinnen, pf, of poppetjes printen, pf, of schilderen, pf, dan ga je weer. Weet je, gebouwtjes maken, ditjes, datjes. Nou, nu dan verlichting aanbrengen in gebouwtjes. Jezus, ik word fucking elektricien. Ik word een fucking elektricien voor deze game. Moet je nagaan. Ja. Het is, is bizar. Ja. ja. Maar wat, wat... wat Dus je hebt het maar, maar zes keer gespeeld. Ja. En alsnog ben je, ben je er... Nou, wat hoeveel? Tientallen of honderden uren? Zeker wel honderden uren in kwijt. Honderden uren en honderden euro's. Ja. 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 Maar is, er, is, is dat wel genoeg payoff dan, van die zes keer? Nou ja, wat ik al vaker heb gezegd, voor mij is zeg maar de, de reis is belangrijker dan de bestemming. In die zin dat het payoff moment, dat doet er voor mij bijna al niet eens meer toe. Als ik zoveel lol heb gehad met het maken, verzinnen, weet ik veel wat, allemaal van al die shit. Maar heb je, heb je, heb, maar heb je niet significant meer lol tijdens zo'n sessie? Omdat ja zeker, zeker, doen. zeker. Ik heb echt ik heb veel lol tijdens een sessie. Want dan, juist dan kan je je gedachten even uitzetten ook een beetje. Want dan heb je alles al liggen en er staat alles. Maar ik vind het dan gewoon vet. Hè? Ik heb pas één sessie dus gedaan met, uh, met vrienden van mij als DM. Zijnde dan. En um, in die zin was dat dan ook weer niet zo succesvol. Want één iemand is afgehaakt. Klootzak. Ik hoop dat je kijkt. Um, maar de rest is wel nog steeds benieuwd. Uh, de sessie vond plaats in juni. <coughs> yeah. Dus uh, conflicting schedules en zo. Um, maar heel veel mensen hebben het dan. Of mensen van die groep hebben nog steeds zin om er wel uh, in door te gaan. En ik vind het dan zonde dat iemand na één sessie afhaakt. Want juist de hele soort van de kloof van het verhaal. En wat überhaupt de bedoeling was, soort van main story, moest nog bekend worden. Ik heb ze een soort van tutorial sessie gegeven, als het ware. Ja. In het mooie Muiden anno 1280 pj post Jotun, <laughs> na de, het uh, uitsterven van de ijsreuzen. Sick. Ja, het is fucking groen. Dragons en giants. Heb dat zelf vandaag dag ja, je ja, 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 oh, ja. Ik, dit is gewoon een soort van volledig homebrew, alles. Elke map, elk verhaaldingetje. Elke nee, enemy, sick. elke... Nou, oké, okay, dat is niet waar. Dat is uh, based on true, uh, true, uh, up, 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 uh, true events. Ja, kijk, dat je net, en mensen. Ja, dat je het... Dat je het, het, het verzinnen daarvan inderdaad en het, en het opzetten en wat dan ook, ja, daar hebben we denk ik ook veel over gehad al. Ja. En dat is natuurlijk heel vet, omdat je daar helemaal je eigen, uh, ja, eigen invulling in kan geven, als je dat natuurlijk kan. Want het is ook wel echt een skill die je moet hebben. Ja, um, nou ja, als je maar wil, dan kan je in ieder geval de basis van neerleggen of het nou goed gedaan is. Ja, maar niet sommige mensen doen. hebben geen fantasie, dus die, die kunnen nooit iets tofs verzinnen. Nee, maar gelukkig ga ik mijn ijdering kwijt. Ja. Nee, maar, en, en, maar het spelen zelf. Wat, wat, is, wat, is, wat is er zo tof aan het, aan het, aan het spelen van een sessie, een, 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 een echte sessie? Nou ja, ten opzichte van, van videogames. Ja. Weet je, bij videogames heb je altijd te maken met die soort van die muur waar je tegenaan loopt. Van oké, okay, dit kan niet. Natuurlijk zal bij DD ook wel eens worden gezegd: van oké, okay, dit, dit is heel onlogisch om nu te doen. Weet je, je kan het wel doen, maar het is heel onlogisch om dit te doen. Ja. Ja, als jij je broek naar beneden wilt trekken en ineens begint af te trekken voor, voor een of andere barkeeper. Of, is onlogisch op Amsterdam. Kan je het, niet tegen. Tegen. het kan, maar het is onlogisch. Dus ja. het gebeurt niet zo snel. Maar ja, probeer dat maar snelder te doen. Ja. Dus ja. Um, <tacht> Maakt verder niet uit. Uh, maar dus, dus die hele grenzeloosheid van DD, ja, dat is voor mij gewoon het mooiste wat er is. Gewoon, je kan doen wat je wil. Sommige dingen zijn niet handig. Maar ja, het is, het, het, het is dat je dat alles wat je kan bedenken om een situatie naar je hand te zetten, dat kan je doen. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van je roles, ergens. Maar je, nog steeds, het is zo. Ja, kijk, als ik alleen al kijk bijvoorbeeld naar de tweede sessie die we hebben gehad met Tabletoppers. Oké, okay, wij konden wegrennen voor een schip wat naar ons toe kwam. Met heel veel bad guys, ongetwijfeld. Wat hebben wij gedaan? We stonden te kijken. Zo van, oh ja, hier zijn we, weet je wel. En we zeiden wat domme dingen. Werden we werden aan boord genomen. En we hebben fucking schip opgeblazen. Ja. Dat is toch fucking cool? Dat is fucking Er is geen reizen. game die, die scripted is, die jou zoiets kan geven. En het, sterker nog, er is geen unscripted game die jou zoiets kan geven. Want daar is het gewoon niet mogelijk. Nee, er zijn, er zijn ook in gaming zijn er nog steeds veel bounds. Ja. Je en, bent en eigenlijk gewoon een soort van live film aan het schrijven. Als het ja. ware. Ja. Ja, ja dat is gruwelijk. Ja, precies. En, en dan gaan we mee door, toch? In 2023. Nou ja, op naar in ieder geval meer sessies. Ik, uh, ik mag hopen dat. Uh, kijk, ik hoop stiekem dat we eigenlijk elke maand sessie kunnen doen. Maar dat ja. is misschien een beetje te veel voor het goede als ik kijk naar de, de schema's. Vooral van Wannes. Ja. Uh, en anderen ook wel. Um, maar ja, laten we in ieder geval proberen om gewoon bijna 10 sessies in een jaar te kunnen neerzetten. Ja. En alle. Niet DD tabletopers. Hoop ik er dan ook een paar van te kunnen maken in ieder geval. Weet je, hoe vet zou het zijn als je echt een keer een fucking wargame zou doen? Niet per se Warhammer, dan wel Elder Scrolls. Uh, die game Call to Arms, die ik graag wil hebben met kerst, die ik hopelijk nu aan het spelen ben. Uh, of iets anders. Uh, misschien wel een keertje en welke tabletop game dan ook. Ja, Om gewoon, uh, gewoon dat een beetje uit te bouwen. Fun te hebben. Ja. Dat gaan, we, dat gaan we ook denk ik eh, proberen. Dus eigenlijk is mijn... Zo van vorig jaar zei ik van ja, ik ga er alles aan doen... Om een door een beetje de rules te benden om D&D op één te zetten. En ik had het over dat ik het paludarium zou bouwen. Nou, die twee uitspraken die zijn toch wel een soort van heel erg uitgekomen. Zeker. Dus um, mijn gedurfde uitspraak voor nu is dat... dat is echt gewoon een, een vaste prik wordt binnen GameKings. Ja, en misschien ook dat we na nou een paar sessies met Wannes die campaign kunnen afsluiten en dat jij een keer kan gaan DM. Nee, maar ik vind, ik vind het zonde om, om een campaign na een paar sessies al af te sluiten. Nou, dan zetten we het misschien wel een keer op pauze. Of wat maar het, 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 het zou ook leuk zijn als je op een gegeven moment echt een beetje. Als het een beetje geland is, ook bij iedereen. van oké, okay, nu ben, zijn we invested. en mensen die kijken, zijn ook invested in het verhaal. Om dan te zeggen. oké, okay, um, nu doen we een soort van one shot, waarin wij achter de geschiedenis van deze personage komen, ja. maar dan gaat iemand anders DM'en. Ja, precies. Ja, jij dus. Want, ja, dat nou ja, of, dan weet maar... ik veel. Het zou fucking vet zijn als, ja. als jij dat ook een keer op je neemt. Ja, zeker. En dat, maar dat is gewoon wel. Hè? Ja, is maar je, van, je kan het echt... zo moeilijk of makkelijk maken als je wil. Ja, oké, okay, fair. Nee, dat lijkt me heel tof. Inderdaad. Denk je dat, uh, dat wij... Want ik, ik wil dit ook inderdaad. We hebben volgens mij alle twee ook wel gezegd: van uh, als we dit uh, in onze vrije tijd doen, zouden we dit ook doen we dit überhaupt? Want we zijn samen wel eens naar Tabletop Kingdom geweest. Wij, om te we spelen. zijn 100 kilometer verder gereisd om, om ergens te komen in de file en ja, daar een maar, sessie te doen. Dus, dus uh, kunnen we dit ook gewoon, wat mij betreft inderdaad, soort van is dit gewoon vrije tijd zitten op vrijdagavond. Ik weet alleen, denk je dat we meer mensen ermee krijgen? Uh, Koos, uh, 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 Huey, denk je dat die dat, denk je dat die tien sessies volgend jaar aankunnen? Uh, of ja, denk je dat wij ja, straks... Kijk, ik ben heel benieuwd dus naar de sessie, de Alice de, de Scrolls D&D sessie met Shanna, want die is echt heel enthousiast. Ja, dus, ja misschien zal er op, Weet je, het kan natuurlijk ook zijn, weet je, een kerk stapt eruit, een kerk erin, ja. wie weet. Um, dat kan allemaal, dus uh, we gaan het zien. Ik, ik hoop nog dat? steeds... Huh? Verwacht je dat? Ik verwacht wel dat iemand afhaakt in de komende maanden. Maar voor hetzelfde geld niet. Nee. Ik hoop van niet, ik verwacht het wel. Maar ja, dan verzinnen we wel wat anders toch. Dan verzinnen we wel wat anders. En er is altijd iemand nerd genoeg om ermee in te duiken met ons. Ja, maar de ambitie om volgend jaar ergens een, een eigen session bij, bij ons uh, hier te DM'en. Uh... Ja, dan nu heb ik dus een beetje een soort van verwachting geschept dat het ja. uh, in ieder geval met iets fysieks dan wel digitaals is. Wellicht een combinatie van de twee. Precies. Het zou vet zijn. Heb, heb je nog een uh, nou, iets, iets te zeggen over dit jaar of over volgend jaar of iets tegen de kijkers? Uh, iets zeggen de kijkers. Uh, inhakend op, uh, grappig genoeg, een beetje wat jij zei. van... Ja, we zijn meer nerd geworden, man. En uh, ja, Misschien minder ruig uh, als, uh, als voorheen. Uh, laat niemand tegen jou zeggen. dat jouw nerd shit voor nerds is. en dat je dus eigenlijk minder waard bent. Juist die nerd shit is wat, wat mensen hard maakt, man. Doe lekker uh, Hard wat voor wanneer? Huh? Hard. Ik vind, cool. het, ik vind het vetter als ik van iemand Precies. hoor van. Jo, man, ik zit helemaal in modeltreinen modeltrein en zo. Dan dat iemand zegt van, uh, Jel, ik ben marketingmanager bij die. En heeft geen soort van andere zijde. Lijpe hobby's, nee. nee zo van, ja, oké, okay, uh, ja, ik speel wel eens FIFA. En uh, ja, ik ga graag hardlopen in Full Park. Uh, weet je dat soort dingen. I don't care. Ik wil van iemand horen dat ze één lijpe nerd hobby hebben. Ja. Ik verwerk lampjes in mijn, mijn plastic folie-builds, wat dan ook. Ja, cool. Ja. Veel vetter. All right. dus, dat is dat hem. dus wees een ultranerd. En durf hem ook gewoon te rocken. En dat is, uh, dat is een beetje mijn uh, advies. Nice. Gewoon heb scheid aan alle normies. Dat is een, uh, een heel mooie. Uh, daar ben ik het bij me helemaal mee eens. Ja. Fijne uh, 2023. En thanks voor je efforts. Uh, Jij ja, ook een heel fijn 2023. En iedereen thuis ook. Geniet ervan. Maak het leven leuk. Want het is toch gewoon.